Je mag niet op de bank. Een gezellige avond gehad, jongen. Pa, stinkend vervelend. Oh, goed zo. Stinkend vervelend. Ach, Linda, kom nou. Hallo met die flauwekul. Direct val je over het hekje. Ja, mooi. Als je verkouden wil worden, moet je zelf maar weten. Nou, flauwekul allemaal. Ik wil slapen. Okay. Kom, Bas. Kom, Sap. Kom, Bas. Schoon, papa. Je bent nog op. Ah, goedenavond, lieve Linda. Nou, ik zou maar zeggen goedemorgen, pa. Wat zeg je, Sjord? Zeg maar goedemorgen. Je moet een beetje duidelijker spreken, Sjord. Hij zegt dat het dan morgen is. Morgen? Goeie genade. Nou, ga ik even koffie zetten. Goed, ga mijn koffie zetten. Ja, niet voor mijn pa. Hij is voor ons opgebleven, die schat. Sergeanthamer, ga koffie zetten. Tot die orders, commandant. Ik zet direct koffie. Heel goed. Pa, niet voor mij. Ik ga meteen slapen. Helemaal niet. Pa, vier koffie. Vier? Ja, de buurtjes van hiernaast komen nog langs voor een afzakketje. Nee, voor mij geen afzakketje, dankjewel. Betty en Karel van hiernaast, koffie. Linda, schrijf nu niet zo. Direct wordt Leo wakker. Ja, als ik vragen mag, waarom hebben jullie eigenlijk die pakjes aan? Dat is onze nieuwe kik. Ja, we moesten naar een gekostumeerd bal van Open Je Hart Stichting. Bal. En wat mag jij dan wel voorstellen? Superman. En ik ben een echte bunny. Ja. Nou, bij een van jullie tweeën is het aardig gelukt, hoor. Hij had al lang op bed moeten liggen op zijn leeftijd. Ah, die arme schat. Trouw, we gaan allemaal aan de bed, vind ik. Onzin! Hé, schat. Hallo. Drek wordt Leo wakker. Ik begrijp niet waar je al die energie vandaan haalt, hoor. Ik ben jong. Oh, wat leuk. Dat komt van de wijn. Als ik wijn drink, dan voel ik alle energie in me opborrelen. Dan ben ik helemaal opgespuut. Au, goed. Wel een beetje voorzichtig. Oh, sorry, Superman. Hey, wat jammer nou dat je Betty en Karel nog hebt gevraagd om te komen. Ik heb helemaal niemand uitgenodigd. Ze hebben zichzelf weer een keer uitgenodigd. Nou, dan stuur je ze maar gauw weg, hè? Ja, dan kunnen we meteen lekker gaan slapen, hè? Ik dacht niet direct aan slapen, Superman. Doe me plezier, Linda. Ik moet morgen weer vroeg op. Wel, nee, je moet niet vroeg op. Het is morgen zaterdag. Ja. Ik wil altijd het eerst op de zaak zijn. Je bent de baas. Nou, reden te meer. Oh. En het is hoogseizoen. Hoogseizoen in de doe-het-zelf-zaak. Ja. En het is gauw kerstmis. Ah, nou, dan zeg je maar dat je moe geworden bent. Of dat je te lang in de Playboy hebt gelezen. Schat, waarom wil je nou 's nachts om 3:30 gaan vrijen? Het is geen 3:30, het is 2:30. En je moet niet op de klok kijken, maar je moet doen waar je zin in hebt. Ja, dat doe ik ook, daarom maak ik er 3:30 van. Oh, Jos, misschien moet ik je er wat voor geven. Ja, mijn pyjama. Oh. Hallo, hallo, beetje. Sorry. Jongelui, ik was vanavond echt trots op mezelf. Ach, ga weg. Ja, en weet je waarom? Geen idee. Weet jij het, Linda? Geen idee. Ik weet niet of het jullie is opgevallen, maar ik heb vanavond nogal aardig ingenomen. Ja, dat is me opgevallen, ja. Precies, maar ik functioneerde prima. Ik danste aardig en ik converseerde uitmuntend. Ik ben helemaal naar huis gereden. En Sjors, ik heb nog nooit zo goed gereden. Kalm, voorzichtig, hand aan het stuur, ogen op de weg. En waar is Betty? Ja. Lieve hemel, die heb ik op de stoep van de feestzaal laten staan. Oh. Bet! Oh. Raak me niet aan! Oh. Neem
kwalijk, George, maar ik stond wel goed voor paal daar, hoor, op de stoep. Verkleed als Anna van Saxe, de vrouw van Willem van Oranje. Betty, het spijt me. Konijnenkeutel! Betty, ik kon zweren dat je naast me in de auto zat. Nou, dat zat ik dus niet. Nee. Arme Betty, hoe ben je hier gekomen? Ik kon gelukkig een lift krijgen van die vent die als Willem van Oranje was gekomen. Oh, maar dat kwam dan goed uit. Achter op zijn motorfiets. Betty. Betty, lieveling, je bent er tenminste. Dat is het belangrijkste. Hoe kan je nou eens hemelsnaam je eigen vrouw vergeten? Betty. Kalm nou, schat. Anders zijn al je ontspanningsoefeningen voor niks geweest. Een vrouw heeft heel wat meer nodig dan ontspanningsoefeningen als ze met jou getrouwd is. Ik ga even iets anders aan doen. Oh, schat, als je toch naar boven gaat, doe dan even de elektrische deken aan, hè? Wie wil er een tosti bij zijn koffie? Pa, we hebben hier toch geen snackbar? Voor ons niet, Bernard. Jij misschien liever een kroppie sla voor winterpeen? Goed in vorm, hè, opa? Ja, topvorm, hoor. Zo mag ik het horen. Juist. Oh, mevrouwtje van Dijk. Hallo, vieze oude man. Kalm aan, kind, anders doe ik geen ogen meer dicht vannacht, hè? Zeg, vertel eens even, als wie ben jij gegaan? Als de vrouw van Willem van Oranje. Als de vrouw van Willem van Oranje. Oh, mooi hoor, mooi. Gelukkig zeg, u bent de eerste die niet zingt. Daar zijn de appeltjes van Oranje weer. De appeltjes van Oranje, juist, ja. Ach. Weet jij zeker dat jij niks bij je koffie wil? Nee, pa, ik wil niks bij mijn koffie. Ik ga naar bed. Oh, tosti? Nee, pa, ook geen tosti. Goed zo. Linda, wil jij tosti bij je koffie? Nee hoor, dank u wel. Goed, dan alleen voor Bas en mij. Oh, Bas mag ook geen tosti. Oh, hij gaat naar het tosti-apparaat. Ga naar hem toe. Je weet hoe die is. Direct staat hij weer stijf aan de stroom. Oké, okay. Ik ga met je mee. En jij gaat niet weg zonder mij. Nee, lieveling. Zo, Sjors, hoe staat het met het afzakkertje? Nou, zou je dat nou wel doen? We willen het namelijk niet zo laat maken voor jullie. Maar we hoeven toch niet ver meer te waggelen? Hm? Nee, okay. Maar één deurtje verder. Oké, okay. Ik schenk hem al in. Ik heb genoeg gehad. Maar zoveel heb je toch niet gedronken vanavond? Jongen, ik weet mijn eigen maat. Twee is er mij meer dan genoeg. Twee? Eén keer hikken en ze zijn weg. Ja, ik heb een beetje. Ik wil graag baas blijven in eigen buik. En ik wil graag bij de tijd blijven. Oh, dat wil ik wel eens meemaken. En ik zou ook niet graag willen dat de politie me aanhield in zo'n bak. George, ik zie jou al in een blaaspijpje blazen in die outfit. Nou, ik hoop dat het de laatste keer is geweest dat ze een feest hebben georganiseerd. Maar George, het is voor de Open Je Hartstichting. Hm? Ja, dat is het hem juist. 400 mensen staan te eten, te roken, te dansen, te zingen. Logisch dat er ieder jaar met hartaanvallen voorkomen. Het begint al met het pokkenfeest. Wat kan jou het nou schelen, George? Je leeft maar één keer. En iedereen vond het leuk. Ja, vooral jij. En die meid die als Betty Boep verkleed was. Ja. Ik heb je de hele aan met die meid zien dansen, zeg. Ja, dat is een zakenrelatie. Oh, is ze ook makelaar? Nee, serveerster. Serveerster? Hm. Hoe kan je nou serveerster als zakenrelatie hebben jij? Nou, ze werkt in dat tentje om de hoek bij ons kantoor. Ja, George, het is meer een close relatie, hè? Wat bedoel je daar nou weer mee? Elke maandag en woensdagavond gaan we bijzonder close. Wat? Ja, dan heeft ze vrij. Jij gaat vreemd? Stil nou, je maakt Leo wakker. Zeg, maar wat zeg je nou smaandags en woensdags tegen Betty? Niks. Smaandagsavond ga ik klaar voor jassen en woensdagavond is mijn biljartavondje. Oh, nou begrijp ik waarom of jij als konijn gekleed ging. Hoe lang doe je dat al? Ongeveer een jaar. Ga dan een jaar met die meid? Alleen op maandag en woensdag. We mogen de boot van Jan Tielemans gebruiken. De boot van Jan Tielemans? Ja, die heeft toch zijn kruisertje in de Amstel liggen? Jullie mogen zijn boot gebruiken? Alleen op maandag en woensdag. Ans en Jan gaan zelf alleen maar het weekend. En weet Ans ervan? Ik mag hopen van niet. Jongen, ik weet niet wat je hoort. Ik dacht niet zo zuinig op zijn bootje was. Dat is hij ook. Maar hoe denk je dat Jan hem kan afbetalen zonder mijn wekelijkse huur van 100 piek? Nou ja, ik weet niet wat ik hoor. Ik dacht dat jij en Betty zo goed huwelijk hadden. Dat hebben we ook. We hebben een fantastisch huwelijk. Maar je bedriegt hem wel. George, dat maakt het nou juist zo fantastisch. Kijk, mijn overtuiging is dat mannen die vreemd gaan betere echtgenoten zijn. En vrouwen die vreemd gaan? Dat is de pest voor een huwelijk. Nou. Ik begrijp niet dat jij je huwelijk zo op het spel durft te zetten. In geen 1000 jaar zou ik het durven doen voor een paar minuten in bed met zo'n serveerster. Oh, maar ik ook niet, George. Niet voor een paar minuten. Wij maken er meestal de hele avond van, hè. Vanessa is onverzadigbaar. Vanessa? Mijn serveerster. Ja, weet je, jouw fout is, Karel. Nou? Jij legt veel te veel de nadruk op de seks. Ja, weet je wat jouw fout is, George? Nou. Jij legt te weinig nadruk op seks. Wat bedoel je daarmee? Als het in bed niet klikt, klikt het hele huwelijk niet. Nou, mijn huwelijk klikt prima, hoor. Ah, bedankt voor de bezorgdheid. Graag gedaan. Ik zal wat zeggen. Linda en ik zijn volgende week 17 jaar getrouwd. Ik heb alles wat mijn hartje begeert, jongen. Ik heb een fijne vrouw, een fijne zoon. Ik heb een mooi huis, fijne meubelen. Kijk eens, prachtige gordijnen. Ja.
Ik ben een heel gelukkig mens in een heel gelukkig huwelijk. Maar hoe staat het met de seks? Prima, dank je. Klikt het in bed? Ja, het klikt, ja. Gefeliciteerd. Ja, dank je wel. Graag gedaan. Zijn jullie nou te schreeuwen? Waar kom jij nou vandaan, Leo? Ik dacht dat jij lang op bed lag. Hi, Karel. Hallo, Leo. Hey, waar kom jij vandaan, joh? Ja, er was een feestje bij Christel. Dat had ik je gezegd, pa. En laten die mensen jullie kinderen doorfeesten tot 2:30? Ja, dus die waren er niet. Die zijn het hele weekend weg. Oh ja, wat zijn dat voor mensen die een kind van nog geen 16 jaar een heel weekend alleen thuis laten? Pa, ze was niet alleen. Oh. We waren met z'n 40. Ga naar bed, Leo. Welterusten, pa. Welterusten, joh. Welterusten, Karel. Welterusten, Leo. Ja, Charles. Die operatie heeft mijn potentie behoorlijk opgepept, hè? Oh, Karel, begin weer niet over je sterilisatie, hè? Doe me een plezier, hè? Ja, Charles, dat heeft me behoorlijk opgepept. Dat zal best, ja. Echt waar. Even knip, knip. Charles, oh. Jij zou het ook moeten laten doen. Nou, ik hoef het helemaal niet te doen. Charles, het is maar een hele kleine ingreep. Ja. Even knip, knip, knoopje erin en klaar is Kees. En daarbij, ik hoef niet bang te zijn dat Betty in verwachting raakt, of Vanessa. Hm? Ja. Mag ik nog één slaapmutsje? Nou, je weet wat staat. Ja. George, ik zei laatst nog tegen de jongens op de tennisclub hoeveel voordelen zo'n sterilisatie heeft. Hè? Weet je wat ik nou niet begrijp? Dat je dat overal maar rondbezuimt, man. Maar George, dat heeft toch helemaal niets meer te betekenen in deze tijd? En de vrouwen waarderen het ook. Die hoeven niet meer te rommelen met voorbehoedsmiddelen. Nee, George, ik maak een wetje met je dat het jouw seksleven ook behoorlijk zou oppeppen. Nou, mijn seksleven hoeft niet opgepept te worden, joh. Oh, nee? Nee. Hoe vaak doe je het dan? Ja, wil jij mij een plezier doen? 1 keer per week? Als zeg, doe het een beetje normaal. 1 keer per maand? Kom, ga je mond spoelen. Mijn hemel, toch niet 1 keer per kwartaal? Ja, ik hou er geen spoorboekje op na. Gebruiken Linda en jij voorboedsmiddelen? Daar praat me toch niet over in het openbaar? George, je reageert toch heel... George, je reageert heel gespannen. Ja. Neem nou een goede raad van me aan en laat je steriliseren. In een half uurtje is het gepiept. Nou, ik hoef helemaal niet gepiept te worden. George, jongen, wat ben jij toch ouderwets. Dat kan best, maar omdat jij misschien bang bent dat je kleine serveertjes maakt... moet je niet denken dat iedereen per een maakt knip-knip, knoopje erin... En daarom vind ik ook dat al die regeringen die wapens leveren aan het Midden-Oosten goed fout zijn. Niet weer over politiek, George. Nee, George, niet over politiek. Ander onderwerp. Zo is dat. De tosti's zijn klaar. Als dat niet vruchten zijn, weet ik het niet. De bediening, Bernard, is hier uitstekend. Je pa. Ja, je hond mag geen tosti. Ja, het is pas de eerste vandaag. Hij mag het helemaal niet, pa. Als ik met hem televisie zit te kijken, dan eten wij altijd tosti's. Het is hier inderdaad te snakbaar, hoor. Ik ga naar mijn bed doen. Lieverd, wacht u op mij. Ik zal morgen afwassen. Hè? Nee, hoor. De afwas doe ik. Altijd paraat voor een goede daad, nietwaar? Nee. Oh, ik ga naar bed. Ik sta te kol op mijn been. Slaap lekker, George. Rustig, Superman. 7 uur. Was de koffie klaar? Nee, pa. Ik ga er morgen uit om de koffie te zetten. Oh, prachtig, prachtig. Voor mij graag om 6 uur. 6 uur? Ja. Grote god. Maar u moet hem nog even uitlaten. Oh ja. Kom, Bas. Kom, Bas. Ja, ik ga nog even een frisse konijnenneus halen. Ja. Betty. Ik ga even een blokje mee met Bernard. Ja. Ga nog niet slapen, hè? Oh, dan niet meer dan 2 minuutjes, hè? Niet meer dan 2 minuten. Hm? Zo. 1 blokje, pa. Ja, ja, 1 blokje. Zo. Oké. Okay. Ja. Bernard, na u. Ga jij mee? Jazeker ga ik mee. Als ik maar geen myxomatose van je krijg. Is er iets? Nou, nee. Niet speciaal. Ik wil van George af. Waar vanaf? Van George. Ik wil weg hier. Ach, doe niet zo mal. Mijn huwelijk maakt me niet meer gelukkig. En waarom zou jij je anders moeten voelen dan 2 miljoen andere vrouwen? Betty, over 2 jaar ben ik 40. Dat is nog geen reden om te scheiden. Over 1 jaar is George 50. Ja, en over 100 jaar zijn we allemaal dood. Luister nou, George en jij hebben toch een fantastisch huwelijk. Nee, wij hebben geen fantastisch huwelijk. We communiceren niet meer. Weet George hoe je hierover denkt? Nee. Weet je waar jij last van hebt? Ja. Metaalmoeheid.
Dat krijgen alle huwelijken, maar je moet er wel aan werken, schat. Ja, maar dat heb ik gedaan, 17 jaar lang. Misschien is Jos niet zo'n vlotte, maar je moet er met hem over praten. Dat heb ik geprobeerd, maar hij is of te moe, of hij moet naar zijn werk, of hij heeft moeilijkheden op zijn werk. Er is gewoon nooit een behoorlijk moment om erover te praten. En eerder als ben ik 40, dan is het te laat. Ze zeggen wel eens dat het gras altijd groener lijkt in de tuin van de buurman. Ja. Nou dan. Als gazonnetje Jos de slechtste nog niet. Je moet er alleen eens even goed overheen met de grasmaaier. Er is nog iets mis. Nog iets? Seks. Seks. Nou, ga me nou niet vertellen dat ik daar ook aan moet werken, want dan heb ik toch wel een beetje de medewerking van Jos nodig. Dat kan inderdaad helpen, ja. Is toch ook belangrijk? Ja, voor mij wel. Nou, voor mij ook, hoor. Ja, Jos is natuurlijk een stuk ouder dan jij, hè? Misschien raakt hij een beetje uitgeblust. Mijn Jos is net zo oud als jouw Karel. Ja. Is die uitgeblust? Oh, god, nee. Nou dan. Ja, alhoewel. Ongeveer een jaar geleden, hè, ging die wat minder tekeer. Oh ja? Ja, hij werd zelfs afstandelijk. Nou, toen ben ik tot de conclusie gekomen dat we veel te veel op elkaars lip zaten. Nou, net zoals jij zei. We communiceerden niet meer. En toen? Nou, toen heb ik hem voorgesteld dat hij er eens in zijn eentje op uit moest. Nou. En vanaf die tijd is hij maandags gaan klaverjassen. En woensdags biljarten. Klaverjassen en biljarten. Ja, en dat heeft een ander mens van hem gemaakt. Jouw Jos heeft geen hobby's, hè? Nee, nee. Daar wringt hem de schoen, schat. Ja? Jullie moeten dit samen heel goed uitpraten. Jos en jij. Ja. Hè? Sluit je desnoods maar met hem op in de badkamer als het moet. Hè? Nou. Bedankt voor je goede raad, hè? Probeer het maar. Zo, er is een prachtige sterrenlucht buiten, maar wel een beetje nachtvorst, geloof ik. Hé, Bas? Wij naar de keuken. Ja, naar mijn vrouwtje. Oh, mevrouwtje van Dijk, gaat u er vandoor? Ja, naar bedje toe. Oh ja, nou, misschien zien we elkaar morgen in de tuin, hè? Oh, vast en zeker. Wat gaat u morgen doen? De rozen, die moeten gesnoeid worden. Nou, misschien kan ik toch beter eerst het gazonnetje klaarmaken voor de winter. U verwendt dat gazon veel te veel, opa. Wel, nee. Kijk, een gazon is net als een vrouw, hè. Als je er goed voor zorgt, dan kun je erover lopen. U bent een onverbeterlijke oude macho, hè. Nou, wat heb ik het fijn meegebracht, hoor. Nou, wel thuis, kind, en doe de groeten aan het grote konijn van je. Zal ik doen. Hé. Kan er geen glimlachje meer af voor je schoonvader? De glimlachjes zijn uitverkocht. Oh, lieve kind. Uitverkocht. Lachjes die moet je gratis uitdelen. Maakt alles veel makkelijker. Lieve oude dwaas. Ik ga naar bed. Welterusten, pa. Welterusten, lieve meid. Weet je, in de oorlog hadden wij het een stuk makkelijker dan jullie, hè? Ja, overal loerde toen gevaar en iedereen had zijn handen vol simpelweg met overleven. Tegenwoordig lijkt het wel of jullie allemaal voor je eigen portie opwinding willen zorgen. Nee, kind, jullie hebben het niet zo makkelijk. Zeg, schat, er zit me tussen mijn rits. Oh, dat kan zo pijn doen. Laat je slapen, pa. Zeg, we moeten volgend jaar maar niet meer naar dat feest toe gaan, hoor. Nou, als je niet meer wil, hè? Hoewel, we kunnen ook weer niet wegblijven, dat zou ook weer opvallen. Het is in ieder geval goed voor de relaties. En zeker als ik in de gemeenteraad wil, moet ik er ook een steentje bijdragen in belang van het dorp, hè? Jos. Ja? We moeten praten. Nou, ik was toch aan het praten? Het is belangrijk. Ik had het morgen niet. Nee. Oké. Zeg het maar, schat. Jos, wat vind jij van biljarten? Goedenacht, Linda. Jos, ik wil dat jij gaat biljarten met Karel op maandagavond. Schat, ik geloof zoals Karel biljart dat hij geen behoefte heeft aan herengezelschap. Daarbij, ik hoef niet te biljarten. Ik ben gelukkig zoals ik ben. Ja, maar ik niet. Nou, ga jij naar elkaar biljarten. Biljarten zal helpen. Wat zei je? Biljarten zal helpen. Ik ben al zoveel jaar met je getrouwd. Ik wist niet dat jij zo gek op biljarten was. Ja, het zal ons huwelijk helpen. Wat heeft biljarten nou met ons huwelijk te maken? Het werkt niet. Wat werkt niet? Ons huwelijk. En 5 minuten geleden toen ik naar bed ging, werkte het nog wel. Jos, je leeft als een robot. Robot? Je staat 's morgens op, je gaat naar je werk, je komt thuis, je gaat weer naar je bed, je staat weer op, je gaat weer naar je werk. Dat klopt, ja. Elke dag. Ja, dat weet ik wel. Jos, al die tijd dat ik met je getrouwd ben je helemaal niet gegroeid. Ja, schat, wat kan je toch een gekke dingen zeggen. 15 jaar geleden ben ik begonnen met 1 doe-het-zelf zaakje. En 50.000 gulden schuld bij de bank. Nu, na 15 jaar, heb ik 3 goedlopende zaken. En 350.000 gulden schuld bij de bank.
Als je dat geen groeien noemt. Als ik groeien zeg, dan bedoel ik leven, je horizon verleggen, ja. Dingen doen, samen genieten. Ga nou eens bijvoorbeeld morgen niet naar je werk. Ga de hele week niet naar je werk. Schat, ik moet volgende week balansen. Doe iets uitzinnigs. Ik geloof dat ik 17 jaar geleden iets uitzinnigs heb gedaan. Oh, ik kan niet met je praten. Schat, omdat er niks te praten valt. Kom eens bij me zitten. Je hebt echt een beetje te veel gedronken. Je bent echt heel onredelijk bezig. Tot nu toe heb je niet één punt genoemd wat er fout is in ons huwelijk. Seks. Seks? S-E-X. Oh, nou begrijp ik waar het om het gaat. Wij hebben de laatste tijd te weinig gevreden. Dan gaan we onmiddellijk iets aan doen. Ik moet even met je praten. Sjors, ik ga naar bed. Ja, ik ook. Kom zo. Zeg, weet je wat je doet, schat? Doe een mooi doorzichtig nachtponnetje aan, hè? Ja, dat zal ik doen. Oh nee, weet je wat? Doe helemaal niks aan. Dan kunnen we lachen. Zet hem op, Jos. Ja, morgen weer een drukke dag. We moeten langs alle drie de zaken. Kijk eens, wel een troep. Die grachtbaar raam is tenminste nog iets op. Nee, hier niet. Vrouwen, ik begrijp er geen bal meer van. Je werkt je als man uit de naad om ze alles te geven. Ze zijn nog niet tevreden. Ik heb toch een mooi huis, ik heb prachtige gordijnen, ik heb alles. Wat wil mijn vrouw? Mijn vrouw wil seks. 'S nachts om 2 uur. Oké, ze wil seks, ze krijgt het van me. Ik zal er zoveel geven dat ze genoeg hebben tot 1999. Iets? Niks. Hij zal toch niet te laat zijn op jullie trouwdag? Ik begin me nou toch echt ongerust te maken, hoor. Ik heb de zaak gebeld en de bedrijfsleider zei dat hij al urenlang weg was. Misschien is hij in een van de andere zaken. Heb ik ook geprobeerd. Of misschien zit hij wel in de kroeg. Sjors? Veel te gewaagd. Hij heeft toevallig niet in de gaten gekregen dat je bij hem weg wil. Nee, want dat heb ik pas gisteren definitief besloten. Daar heb ik met hem nog geen woord over gewisseld. Ik wou zijn trouwdag niet bederven. Ja, wanneer zeg je het hem dan wel? Morgen. Morgen denk je er weer anders over. Wel, nee, morgen. Ik ga weg. Jos zal niet weten wat hem overkomt. Ja, dat weet ik wel. Ik wou dat je dat feestje maar had afgezegd dat Karel en ik voor jullie hebben georganiseerd vanavond. Dat is goed. Ja, dat is goed voor Jos, een feest. Ja, ja, met 30 oude vrienden om het gelukkige bruidspaar toe te zingen. Ah, dat weet ik, ja. En 30 cadeautjes. Ja. Nou, die zal ik maar in de papiertjes laten dan, hè. Dat is handiger met teruggeven. Is het feestvarken er nog niet? Nee, nog niet. Oh. Pa. Ja, kind. Dat feestje bij Betty en Karel, hè, dat is een verrassing voor Sjors, hoor. Want hij denkt dat wij een intiem etentje hebben hier thuis. Ah, begrepen, commandant. Mondje dicht, hè. Goed. Nou, dus zorg ervoor dat hij u niet in dat smoking ziet, hè. Nee, wat? Oh ja, over mijn smoking gesproken. Ik kan mijn strikje nergens vinden. Oh, u ziet er prachtig uit, hè. Ah, dank u wel, mevrouwtje van Dijk. Dank u wel. Ja, die smoking die is nog van 1949, hoor. Ja, en die past nog precies. Heel chic. Ja, hij is zo zuinig, hij heeft hem 4 keer laten keren. Ja, ja, ja. Maar de mouwen, die zit nog in de oorspronkelijke staat, hoor. Kinderen, ik ben gek op feestjes, hè. Ja. Heb ik jullie wel eens verteld hoe Jopie Potswinkel en ik bevrijdingsdag hebben gevierd? Ja, Jopie Potswinkel en u kregen zoveel drankjes aangeboden dat jullie een week lang dronken zijn geweest. Nee hoor, we zijn een maand lang dronken gebleven, ja. Gaat u nou uw strikje maar zoeken. Een strikje? Ja. Oh ja, mijn strikje, ja. En mocht Jos u nou even goed in die smoking zien, zeg dan maar dat u naar een première gaat. Wat? Een première van Boefje of zo. Dat is een stuk. Dus ja? Boefje. Oh. Een toneelstuk. Ja.
Ga dat strikje maar zoeken. Oh ja, ja, ja. Goed. Nou, eerst een strikje. Ja. En dan een stuk met première, hè? Ja, ja. En dan première. Boefje. Ja. Oh ja. Wie krijgt Bernard? Bernard? Ja, als jullie uit elkaar zijn, wie krijgt hem dan? Ik kan de beslissing over mijn leven toch niet laten afhangen van de vader van Sjors? Ja. En heb je ook nog Leo? Ja, heb ik nog Leo en heb ik nog Bas. Hallo? Ja, Karel. Oh, ze komt naar huis. Ja, oké. Dag. Karel, de gasten zijn hier al. Ik zie je zo, hè? Ja. Weet je dat ik er helemaal nerveus van ben? Ik wou dat je me dat niet vertelt, het van Sjors en jou. Zijn mijn ontspanningsoefeningen weer voor niks geweest? Daar heb je Sjors. Hij stapt net uit zijn auto. Gelukkig, ga door de tuin. Kom. Want als hij ons alle twee zo aangetut ziet, dan zal hij zelfs begrijpen dat het geen intiem etentje is. Weet je dat ik mijn mond niet tegen hem durf open te doen vanavond? Ah, maak je nou maar niet ongerust. Zijn nog 30 anderen. Het lijkt wel een galgemaal. Is het ook. Waar kom je nou toch vandaan? Ik heb stad en land afgebeld en ze zeiden dat je al urenlang weg was. Oh ja? Waar heb je nou gezeten? Zou ik misschien een borreltje mogen? Wat sta je nou raar? Nou, dat komt gaat om dus waar ik geweest ben, daarom sta ik zo raar. Waar heb je nou over? Zou ik misschien een borreltje mogen? Ja. Ja, dankjewel, schat. Heb je pech met je auto gehad? Nee, wat ik heb... Dan? Nee, ik ben bij dokter Van Houten geweest. Dokter wie? Het is toch wel goed met je, hè? Ja, nu wel, ja. Maar ik ken helemaal geen dokter Van Houten. Ik wist helemaal niet dat je ziek was. Nee, ik ben ook niet ziek. Nee, dokter Van Houten is een uroloog. Is dat een keelneusoor? Ik heb me laten steriliseren, schat. Steriliseren? Ja. Oh, Sjors. Ja. Oh, God. Schat, heeft die bank binnenvering? Die bank? Heeft die binnenvering? Nee. Oh, nou ben ik bang dat ik misschien de hele dag moet blijven lopen. Jezus, waarom heb je dat nou in godsnaam gedaan en waarom nu? Nou, schat, omdat het vandaag onze trouwdag is. Maar wat heeft dat er nou mee te maken? Nou, dat is mijn cadeau aan jou. Alleen, ik kan pas weer over 10 dagen. Oh, Jezus. Wat is, schat? Je had het niet moeten doen. Maar je moet het je niet zo aantrekken. Je bent zo snel van stuk gebracht. Toen we het bij de katholieken doen, reageerde je net zo. Gaat het niet om, het gaat erom dat... Wat? Oh, je had het niet moeten doen. Schat, wat ben je mooi aangekleed. Ik dacht dat we vanavond gewoon gezellig een beetje thuis een hapje gingen maken. We zijn uitgenodigd bij Betty en Karel om een borrel te drinken. Oh, bij nee, hun daar gaan we niet naartoe. Vraag maar of ze hier naartoe willen komen. En dat kan niet. Waarom niet? Nou... Er zitten daar nog 30 andere mensen. 30 andere mensen? Ja, ik had het je niet willen vertellen, want het was een verrassing voor ons. Schat, laten we maar niet gaan. Nou, dat kan niet. Waarom dan niet? Je kan de verrassing van 30 mensen niet bederven. Iedereen wist dat het een verrassing was, behalve ik. En nu weet ik het ook, dus is de verrassing eraf. Nou, Betty heeft dat radfeest al 3 weken lopen voorbereiden. Linda. 3 weken! Het enige wat dokter Van Hout heeft gezegd is niet schreeuwen. Nou, dat was voor jou bedoeld, maar niet voor mij. Als jij schreeuwt, doet het bij mij pijn. Schat, luister. Zou je wat ijs voor me willen halen? Je hebt nooit ijs in je borrel. Nee, niet ijs in mijn borrel, ijs in een zakje, schat. Je hebt pijn in je hoofd. Pijn. Als jij gehad had wat ik gehad heb, had je ook geen hoofdpijn. Maar je had het niet moeten doen. Je kan toch een beetje medeleven tonen door wat ijs voor me te halen, hè? Wil je dat ijs in blokjes of in balletjes? Leuk! En u schreeuw! Schreeuw niet zo! Aha, ik dacht al dat ik jou hoorde, hè? Zeg, Sjors, kun jij misschien mijn strikje strikken? Tuurlijk, pa. Ja? Nou, jongen, dan is je opvoeding toch niet voor niks geweest, hè? Sjors, als jij je misschien mocht afvragen waarom ik in smoking ben, hè? Oh. Nou, ik ga naar de bioscoop, hoor. Zo. Ja. In smoking? Ja, er gaat een boevenstuk. Ja. Je bent altijd een rare geweest.
raar, hè? Ik ben helemaal geen rare Jopie Potswinkel. Dat was een rare. Die heeft de hele oorlog uitgevochten op zijn klompen. Ja. En dat heeft hem nog een keer het leven gered ook. Ja. Hij kon op zijn klompen aanvoelen waar het gevaar vandaan kwam. Tja. Dat is heel leuk, George. Ja. Moet je er zelf niet om lachen? Ik mag niet lachen van de dokter, pa. Sinds wanneer? Ik heb je toch verteld dat ik naar de dokter van Houten zou gaan? Oh, ja, 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 ja. Jij hebt je laten castreren, hè? Ga nou lekker naar de bioscoop, pa. Naar de bioscoop? Ja, je wilt toch naar de bioscoop? Waarom? Waar gaat hij dan? Weet ik veel, man. Beste jongen, ik kan helemaal niet naar de bioscoop, want ik moet naar dat verrassingsfeestje van jou, nietwaar? Oh, daarom ben je zo mooi aangekleed. Ja, tuurlijk. Waarom anders? Oh. Nou, George, ik begin me de laatste tijd een beetje zorgen over jou te maken, hoor. Ja. Mam, ik ben thuis. Hallo. Hé, hey, opa. Goed zo. Heb je gewonnen? 5-1. Mooi zo, mooi zo. Mooie vechtsport voetbal. Hé, hey, pa. Dag, jongen. Alles oké? Okay? Nou, jongen, om je de waarheid te zeggen... Weet je hoeveel goals ik gescoord heb? Geen idee. 2. Ach, ga weg. Ja. Eentje op mijn linkervoet, ja? Van 10 meter afstand. Ja? En een kopbal. Nee. Bang. Ah! 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 Wat zie je er? Haal het gewoon onder de douche. Hier is je eigen. Oh, zou je de komende 10 dagen niets willen gooien, alleen maar alles willen overhandigen? Dat spijt me, hoor. Het spijt me echt heel erg. En het spijt me ook dat ik er net tegen je geschreeuwd heb. Het spijt me ook dat ik tegen jou geschreeuwd heb. En laten we toch maar naar dat feestje toe gaan. Betty en Karel zullen er een hoop werk aan hebben gehad. Ja, nou, voel je wel echt goed genoeg? Ja, het gaat wel. Oh. Nou, ja. Oké, laten we er maar gaan. Zeg, schat, kom eens bij me. Ik heb nog iets voor je. Kom even zitten. Bedankt. De rest van ons huwelijkscadeau. Ik heb nieuwe trouwringen gekocht. Oh, ja, mijn het was gebroken en de hele inscriptie was niet meer te lezen. Was helemaal uitgesleten. Het zal bij jou toch ook zo zijn? Met alles eruit. Ja, dat... De voorletters zijn weg. Oh ja? Voor mijn Iefste Inda. Alsjeblieft, hier heb je de nieuwe. Voor mijn Iefste Inda. Oh, zo. Wat mooi. Na 17 jaar nog steeds mijn liefste. Dat had je niet moeten doen. Ja. Dat roep je nou 17 jaar lang. Iedere keer als ik iets voor je gekocht heb, zeg je dat had je niet moeten doen. Ja, maar ik heb nu een speciale reden. Speciale reden? Ik kan ze niet aannemen. Waarom kan je ze niet aannemen? Schat, je hoeft je toch niet schuldig te voelen? Omdat je misschien geen cadeau voor mij hebt gekocht? Nou, laten we er maar gaan, hè. Die mensen die zitten daar te wachten. Zeg, Linda, waarom kan je het niet aannemen? Ik wil het niet zeggen. Ik wil dat je het zegt. Ja, maar... Wat, zeg het dan. Oké. Sjors? Ja? Ik wil dat we uit elkaar gaan. Wat? Ik had het niet willen zeggen, maar ik ben niet gelukkig met het leven dat we leiden. Schat, hoe kan je nou van die domme dingen zeggen? Ik ben toch ook gelukkig? Jij moet ook gelukkig zijn. Nee, je bent niet gelukkig. Ik ben wel gelukkig, schat. Je denkt dat je gelukkig bent. Hoe kun je dat nou zeggen? Dat ik alleen maar denk dat ik gelukkig ben. Kijk dan naar me. Staat hier een gelukkig mens of niet? Huwelijk. Het benauwt me zo. Benauwt je zo? Ja. Wanneer heb je dat nou weer bedacht, schat? Ik zit er al een hele tijd mee, hè. En toen we dat feest hadden, toen heb ik er nog over willen praten met je. Maar, ja, nou ja, ik heb het gisteren definitief besloten. Gisteren? Ja. Wanneer gisteren? Toen we in bed lagen. En gisteravond hebben we nog gevreden, schat. Ja. Wanneer heb je het dan bedacht? Tevoren of daarna? Tijdens. Tijdens? Ja. Je was in slaap gevallen. Alweer? Alweer. Oh, Linda, dat wordt me dood. Ja, je wou toch dat ik het zei? Nee. Nou, ik heb het gezegd, hè? Nee, het is niet je gekwek, het is je geloof. Linda, Linda, sta stil. Sta stil, oké. Okay. Ik kan het nu hebben. Zeg het maar, wie is het? Wie is het? Wie is wat? Je minnaar. Ik heb geen minnaar. Ah, vertel me nog geen sprookjes. Je gaat een gelukkig huwelijk van 17 jaar gooien niet aan de kant als er geen minnaar is. Het gaat om ons huwelijk. We hebben niks meer samen. Schat. Hoe kan je dat nou zeggen? We hebben niks meer samen. Kijk er om je heen. We hebben toch een prachtig huis. We hebben mooie auto's. We hebben toch prachtige meubels. We hebben toch mooie gordijnen. Ik vind het rot gordijn. Oh ja? Ja. Ik heb ze heel voordelig op de kop kunnen tikken. Nou, ik woog van ze. Nou, dat heb je me nooit verteld. Zijn we nu al 6 maanden. Ja. Doei. Hey, Leo. Leo, luister. Waar ga je naartoe? Naar de disco.
En je huiswerk dan? Heb ik op school al gemaakt, maar... Doei. Wacht even. Als jij vanavond thuis komt, doe de deur niet op het nachtslot, want misschien zijn we later. Oké, veel plezier. Kom hier. Dat heb ik gedaan? Nee, je hebt niets gedaan. Je hoeft niet bang te zijn. Kom even hier, man. Ik wil even een mening van je horen. Wat vind jij van deze gordijnen? Mooi. Fantastisch. Hoi. Waar heb je die op de kop getikt? Ga lekker naar. Dag. Dag, Leo. Hoi nou. Leo vindt de gordijnen ook mooi. Het gaat toch niet om de gordijnen? Het gaat niet om materialistische dingen. Het gaat om ons huwelijk. Vanaf vandaag gaat ons huwelijk weer fantastisch, schat. Maar het gaat ook niet om seks. Je zei net van wel. Ja, maar niet alleen maar. Het gaat niet over 20% zus of 40 zo en of 30 dit of 60 dat. Ja, als je alles bij elkaar optelt, dan krijg je van geen van beide 100%. Luister nou eens, het gaat over jou en over mij, over ons samen. Ik weet wel dat ik niet perfect ben. Oké. Nou zijn we een keer op het kardinale punt. Je kan ons steeds door mij lopen afgeven, maar laten we het nou eens één keer over jou hebben. Hè? Als jij een probleem hebt, kan je dood eens verstandig benaderen. Nee, je gooit je kop in de wind en je stormt erop af. Dat is niet waar. Dat is wel waar, schat. Ik bedoel, zo nu toch ook dat slappige klet wat je doet van uit elkaar gaan. Het is toch belachelijk, is het? Nou, ik begrijp wel dat je in de war bent. Ik in de war? Ja. Luister nou, hè. Zolang ik met je getrouwd ben, heb ik zo mijn uiterste best gedaan om een deeltje van jouw leven te zijn. Hè? Maar ik kwam nooit aan mezelf toe. Maar nu gaat het veranderen. Ik ga nu voor mezelf leven en... Laten we maar in godsnaam naar dit feest gaan, hè? Oké. Ik doe mijn jas aan. Oké, laten we maar nergens over praten. Gaan we gezellig een feestje bouwen, hè? Oh, ja. Oké, schat. Linda? Ja? Wie is het? Sjors. Ik heb in mijn hele leven nog nooit een andere man gehad. En dat moet je nou maar geloven. Net zo goed als ik geloof dat jij zegt, ik heb nog nooit een andere vrouw gehad. Ja, laten we nou maar weer gaan, schat. Sjors, het is toch zo, hè? We moeten nu echt gaan, schat. Sjors. Er is toch nog nooit een andere vrouw in jouw leven geweest? Voor ons trouwen we misschien een paar, maar... Nee, ik bedoel, sinds ons huwelijk. Dat zijn wel een van die stomme opmerkingen van je. Sjors, waren er vrouwen? Eentje. Sjors. In 17 jaar. Wanneer? Sjors, wanneer? Sjors. We moeten nu echt weg. Wanneer, schat? Nee, wanneer dan? Hé, Sjors, wanneer? Tijdens ons huwelijksreis. Tijdens onze huwelijksreis? Ja. In Tormelinos. En wat was ik dan? Jij was toch ziek? Hè? Ja, je had van die verkeerde garnalen gegeten. En toen lag je al 3 dagen op bed en toen had ik al 3 dagen zo je hand vastgehouden. En toen ben ik even naar beneden gegaan en daar zat ze toen. Wie zei? Die flamingo-danseres. Flamingo-danseres? En toen dacht jij, kom, ik ga even vreemd, hè? Nee, want ze zat tussen 2 optredens door, dus we raakten gewoon eigenlijk in gesprek. Ik wist niet dat jouw Spaans zo goed was. Nee, dat was het leuke. Ze sprak heel gewoon Nederlands. Oh ja? Ze kwam uit Meppel. Uit Meppel? Nou, toen heb ik een drankje aan geboden. Toen bood ze mij weer een drankje aan. En toen stelde ze voor om een ommetje te gaan maken. Een ommetje? Langs het strand. Langs het strand. Nou, toen probeerde ze me nog even de flamingo te leren dansen. Nou, oh. Wacht, ik viel natuurlijk om. Ja. Nou, toen lagen we zo te rollenbollen. Ja, als je het gezien had, je had je gek gelachen. Ja, hoor. Vast wel. Maar... Ja, ik weet niet hoe het kwam, of het nou kwam door het maanlicht of door de drank. Maar toen opeens... Hebben jullie het gedaan op het strand? Nee, half. Half in het water, half op het strand. Ja. Was net als die film From Here to Eternity. Ja. Waar we gaan! Boodschap ontvangen, over. En nu ga ik naar het feest, alleen! Zo. Laatste ronde, helper is weg. Pa, mag ik je wat vragen? Jazeker, jongen. Pa, wat vind jij van de gordijnen? Gordijnen? Ja, wat vind je ervan? Oh, het zijn gordijnen, hè? Nee, maar choqueren ze je of niet? Die gordijnen? Ja. Choqueren? Ja. Nou, George, om mij te choqueren is meer nodig dan een stel lelijke rotgordijnen, hoor. Maar Ling wil zelf.
Goed man. Leo, zet de dingen af. De wit. Hé, hey, wat doe je nou? Ik moet even met je praten. Kom op, Bas, je mag niet op de bank. Kom op dan, jongen. Wat zeg ik dan nou? Kom. Basje, kom, schat. Kom, oké. Okay. Leo, ik moet even met je praten. Pa, dit is Studio Sport. Er zijn belangrijkere dingen in het leven dan Studio Sport. Ja, maar niet nu. Dit is een hoogtepunt uit Ajax Feyenoord. Okay, luister goed, jongen. Wat ik je nu ga vertellen is veel belangrijker. En wie, dan... wie heeft deze hark midden op het tuinpad laten liggen? Pa, zou je even in de tuin willen gaan en even lekker gaan spitten? Jongen, ik ben net goed en wel op. Nee, pa, ik zei spitten. Spitten? Oh, nou ja, ik dacht even dat je zei, nou ja, laat ook maar. Oké, luister goed. Maar iemand heeft deze hark laten liggen op het pad, hè, en dat is zeer gevaarlijk. Dickie van Doorn, die is een keer bovenop zijn ding gestapt en bang! Pa, het maakt me helemaal niet uit of Dickie van Doorn nou wel of niet op een hark is getrapt, hè? Nee, dat begrijp ik wel. Maar het maakte van Dickie van Doorn maakte het hele boel uit, hoor. Dickie van Doorn. Okay. Oh. Waar mag ik nou weer voetbal kijken? Jongen, wat ik je nu ga vertellen is veel belangrijker. Het gaat over je leven of nog meer, het gaat eigenlijk over je toekomst. Is het zo belangrijk? Zo belangrijk is het, ja. Nou, dan doe ik het beeld aan en het geluid uit. Echt zo kunnen. Hoezo raak je die bal niet? Ik zit er klaar voor. Oké, luister goed, jongen. Zoals je weet, je moeder en ik zijn 17 jaar getrouwd geweest, hè? Door de bank genomen hadden wij toch een prima huwelijk. Met jou erbij was toch een enige zinnetje, hè? Verschrikkelijk. Wat hè? Ja, logisch dat Feyenoord hem wil verkopen. Wat ik dus wil zeggen, we hadden alles wat ons hartje begeerde, hè? We hebben toch mooie meubels, mooie gordijnen, we hebben alles. Pa. Ja? Pa, gaat het over jullie scheiding? Ja. Oh. Heeft iemand het jou verteld dan? Ja, jij. Ik? Wanneer dan? Gisteravond toen je terugkwam van het feest. Heb ik gisteravond met jou gesproken? Ja. Je bent om 3 uur 's nachts mijn kamer binnengekomen en je hebt me alles verteld over de scheiding. En dat het beste zou zijn als jij het huis uit ging. Heb ik jou verteld over de scheiding en dat ik het huis uit zou gaan? Ja. Ik kan me niet meer herinneren. En over die flamingo danseres. Nee, jongen, heb ik er ook over verteld? Weet je dat niet meer? Ik weet me niks meer te herinneren. Weet je nog wel dat je van de trap bent gevallen? Oh, ik heb je wel verteld dat ik daar van de trap ben gevallen. Nee, je bent hier van de trap gevallen. Hier ook? Grote god, nou begrijp ik waarom of die sterilisatie helemaal geen pijn meer doet. Waarschijnlijk zijn allemaal onderdelen verlamd. Maar je hebt me nog steeds niet gezegd wat je ervan vindt, hè? Tegen Ajax maakt Feyenoord geen kans, man. Ik heb het niet over het voetballen, jongen. Ik heb het over de scheiding, dat ik het huis uitga. Dat zou je toch iets moeten doen? Wees dus één keer openhartig tegen je vader, hè? Hoe voelt het voor jou? Prima. Prima? Ja. Als Ma en jij niet gelukkig met elkaar zijn, waarom zou je dan bij elkaar blijven? Wat zeg je nou weer? Ja. Jullie zijn toch allebei volwassen mensen? Ik bedoel, het is een hele tijd lang goed gegaan. Jullie zijn fantastische ouders voor me geweest. Nou, misschien is het nu wel eens tijd om aan jezelf te denken. Hup, uit elkaar. Wat is er voor een rotmentaliteit van hup uit elkaar? Je vraagt toch zelf hoe het voor mij voelt? Ja, want je het zo voelde, wist ik niet. Je bent een ongevoelig stuk vreten ben je. Ja, een beetje dim, hè? Ja, je vader en moeder maken een einde aan 17 jaar huwelijksgeluk. Pa, als het huwelijksgeluk is, dan hoef je niet aan elkaar... Hou je brutale mond, het einde aan 17 jaar huwelijksgeluk. Het enige wat jij weet te zeggen is, niet goed, nou, hup uit elkaar. Dat zou je toch iets moeten doen, hè, dat ik het huis uit ga. Je bent ons enigste kind, hè? Moet je toch iets doen dat je vader het huis uit gaat, of niet? Ja, het is natuurlijk rot. Oké, dan zijn we tenminste ergens. Oké, stort je hart maar. Nou kijk, als jij weg bent, hè? Ja. En ik van een feestje terugkom, ja. Dan moet mama ophalen. En bij haar in de auto ben ik doodsbang. Ga jij lekker naar voetballen kijken, jongen, hè? Graag, pa. Opa, ja. Maar als het rust is, hè, dan moet je me nog vertellen over die flamingo danseres. Ja, oh, dat is wat. Zo, ben jij eindelijk op? Ja, ik zou wel een kopje koffie willen hebben. Leo, ga op je kamer televisie kijken. Ik moet met je vader praten. Ah, maar dat is een rot toestel. Ik wil het in kleur zien. Is dat het belangrijkste? Jij hebt je gisteravond op dat feest walgelijk gedragen. Ik kijk dit wel in zwart-wit. Ja. Wat is er gebeurd dan? Zolang ik met je getrouwd ben, heb ik je nog nooit zoveel zien drinken. Ik heb er nog nooit een goede reden gehad om te drinken. Onze problemen gaan alleen ons aan. Dit hoef je niet tegen iedereen te vertellen. Ach, ik heb het tegen niemand verteld. Oh nee. Je hebt het niet alleen verteld. Je hebt het omgeroepen. Boven van de vleugel van Betty. Je bent boven op de vleugel van Betty? Je bent boven op de vleugel geklommen. Hebt om stilte gevraagd. Hebt aangekomen.
aangekondigd dat ons huwelijk kapot is en dat jij uit huis zou gaan. Ik weet er niets meer van, hoor. Echt niet. Het was heel verschrikkelijk. Ik zal je nooit vergeven dat je mij ten aanschouwen van al onze kennissen voor aap hebt gezet. Ja, schat, vroeg of laat hadden ze er toch achter gekomen. Ja, onze scheiding wel, ja. Maar je had niet hoeven te vertellen voor die flamenco-danseres. Heb ik daar ook over verteld? Met alle details. Oh jee. Je hebt het hele nummer voorgedragen met alle movementen en geluidseffecten. Sorry, Linda. Schat, sorry. Ach, wat ben je, schat, niet? Ah ja, ik voelde me ook zo ongelukkig. Nou, die andere 30 mensen niet, hoor. Die hebben zich rot gelachen. Vooral toen je moppen ging vertellen over je sterilisatie. Eén portie bitterballen! Ja, het was ook zo'n rotdag. Eerst die operatie en toen kwam jij met die beslissing waar ik niet vanaf wist. Linda, we moeten even met elkaar praten. Te laat. Ik heb 17 jaar gesmeekt of je met me praten wou. Ik kan het nog steeds niet geloven. Nou, Sjors, we moeten eventjes met Leo praten over ons. Ik heb al met Leo erover gesproken voordat jij kwam. Oh, mijn arme baby. Hoe heeft hij het opgevangen? Nou, hij stort natuurlijk de plekken in elkaar. Dat heb ik eigenlijk helemaal niet gemerkt. Nee, aan de buitenkant zie je niks, maar binnenin zijn hartje, dat doet pijn. Lieve Linda, zou jij mij kunnen vertellen, is dit onkruid of is dit een van jouw sierplanten? Weet ik veel. Oh, ja, ik geloof dat ik misschien een beetje ongelegen kom, hè? Nou ja, we zijn aan het praten over Leo en ons. Hè? Leo is nog jong, hoor, die kan er wel tegen. Pa, ik neem aan dat ik vannacht met jou ook nog een gesprekje heb gehad of zo. Nee, gesprekje, nee. Ik heb al mijn informatie uit die kostelijke toespraak die je bovenop de vleugel hebt gehouden. Pa, u moet het zich niet persoonlijk aantrekken. Nee hoor, niemand hoeft het zich persoonlijk aan te trekken dat ik het huis ontmoet. Niemand. Pa, ik bedoel, dit huis blijft uw thuis, hoor, pa. Ja hoor, kind, praten jullie nou maar. Ik moet nog weer even aan het werk, hè. Hij is aangeslagen, die schat. Hij aangeslagen? En dan weet ik nog niet of het nou onkruid is of een sierplant. Bernard, dat is een Amaryllis amatogus, Amalaya pocosana. Groepen vanavond. Dan stop ik hem maar weer gauw in de grond, hè? Dat zou ik zeker doen. Hallo, luidjes. Dag, Karel. Ja, ik kwam even langs, Wip, om te kijken hoe het met Sjors is. Belazerd. Waar is Betty? Oh, die maakt het huis aan kant. Zet de vleugel in de was. Ze vraagt of je even een kopje koffie komt drinken voor de lunch. Ja, daar heb ik wel trek in, ja. Ah. Ga maar gerust door, Linda. Ik vrolijk Sjors wel een beetje op. Ik vertel hem een paar goede moppen. Ja, vertel hem die mop van die echtscheiding. En die flamenco-danseres. Die ken ik niet. Nou, ik wel. Oh. Zeg, Sjors, ken jij die mop van die kruiwagen? Er komt een bouwvakker bij zijn baas en die zegt... Baas, ik kan zo niet werken. Als ik met die kruiwagen rijd, doet hij steeds piep, piep, piep. Zegt die baas, ik zal je helpen. Je bent ontslagen. Want je kruiwagen moet piep, 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 piep. Zo, hey, hoe staat het leven? Belazerd. Ik heb me nog nooit zo rot gevoeld als de laatste 24 uur. George, jij hebt nog gezwijnd dat je je nek niet gebroken hebt toen je bij ons van de trap afviel. Ja, dat zal de geintje waarschijnlijk hier ook aangehaald hebben. Nee, toch? Ja, ik kan me niks meer herinneren van gisteravond. Niks meer. Ben ik dan echt boven op die vleugel geklommen? Jazeker, ja. Maar je had al aardig de hoogte. Nou, dan ben ik er zeker op gevlogen. Nee, George, ik heb je een kontje gegeven. Ja, ik was zelf ook al aardig ver heen. Nou, neem je niet kwalijk, hoor. Nee, ik geef toch niks om die piano. Dat is een cadeautje van Betty's moeder. Nee, ik had meer te doen met die vissen van mij in het aquarium. Aquarium? Ja. Weet je dat ook niet meer? Ik kan me niks meer erin. Echt, geloof me nou. Sjors, die heb je gevoederd met een dubbele jenever. Ik kan me er echt niet zo... Waarom zou ik dat nou doen? Ik ben juist een dierenvriend. Sjors, we hadden een wetje gemaakt om 25 gulden. Jij zei dat met een dubbele jenever in hun lijf... mijn guppies het zouden winnen van mijn Siamese vechtvissen. Ja. Alsjeblieft, jij hebt gewonnen. Nee, hou maar. Nee, het is van jou. Geef me dan de dierenbescherming. Oké. En maak je nou maar niet bezorgd over die vissen. Ze zijn nog nooit zo tieren geweest. Oh. Ik denk dat ik ze elke dag een dubbele jenever geef. Maar Sjors, een echte klapper heb je gemaakt met je verhaal over je sterilisatie en die flamenco-danseres. Die vuile rotdrank ook. Ja, nou je het erover hebt, valt er hier wat te drinken. Je weet wat staat. Fijn. Hoe krijg je het weg, man? Maar even serieus, George. Dat met Linda en jou, dat vind ik toch erg sneu voor je. Ja, dankjewel. Wanneer ga je het huis uit? Ik ga vanmiddag een hotelletje zoeken. Oh, chic, chic. Ja, ik probeer morgen een kamer te vinden of een flatje, weet ik veel. Maar wat er ook gebeurt, ouwe makker, je kunt altijd op me rekenen. Nou, vind ik sympathiek.
Maar denk eraan, George, dat je hoe dan ook een fikse emotionele terugslag krijgt. Ja, dat is wel best. En een fikse hoop extra onkosten. Wat bedoel je? Nou, reken maar uit. Een advocaat, twee keer de huur. Ja, het is ongelooflijk. George, ik wil je wel financieel een beetje bijstaan. Hey, vind ik erg leuk. Ik red me wel in mijn eentje, joh. Nee, ik meen het, George. Vooral nu in het begin. Reken dan maar uit. Je moet een flat zoeken. Dan moet je twee keer de huur betalen. Je moet ook leven. Laten we zeggen, ik help je met 100 piek in de week. Nee, Karel. Maar ik wil het graag en je zult het goed kunnen gebruiken. Nee. Ik wil er niet eens aan denken. Ik probeer alleen een manier te vinden om Linda van gedachten te laten veranderen. 150 in de week? Lieve jongen, ik weet dat het me veel geld gaat kosten. Maar hoe kan ik nog geld van jou aannemen voor een flat waar ik zelf in ga zitten? Ja, dan ga ik er ook in zitten. Jij ook in zitten? Ja, bij gelegenheid. Wat bij gelegenheid? Maandags en woensdags. Maandags en woensdags? Oh, nee. George, alsjeblieft. Nee. Jan Tielemans laat dat bootje in de loods leggen en ik weet niet waar ik naartoe moet met Vanessa. Nee, dat drijft tegen mijn principes in. Dat respecteer ik ook in je. Dank je wel. 250 in de week? Nee, Karel. Hey, Linda. Nou, alweer terug? Nee, maar Betty wil dat je onmiddellijk naar huis komt. Oh, is het dan al? Nou, nee, maar Ans is gekomen. Ans van Jan? Ans Tielemans, ja. Maar die zit toch bij Jan op de boot? Nee, nou, hoe het precies zit, dat weet ik eigenlijk niet, hoor. Maar ja. Ans is behoorlijk aangeslagen. En waar Jan is, dat weet ik ook niet. Maar ze gaan geloof ik de boot verkopen. De boot verkopen? Nee, Jan zou hem toch alleen maar in de loods laten leggen? Nee, Ans wil dat hij verkocht wordt. Maar waarom dan in godsnaam? Ze hebben het geld nodig. Oh. Voor de psychiater. Voor Jan. Een psychiater voor Jan? Wat mankeert hij dan? Hij is travestiet geworden. Jan, travestiet? Ja, dat is een man die vrouwenkleren draagt. Ja, George, ik weet wel wat een travestiet is, maar wie is er nou in godsnaam op het idee gekomen dat Jan er zo eentje is? Hij heeft het zelf toegegeven. Wat? Ja. Ach, hoe kan dat nou? Jan rookt een pijp. Ja. George, al rookte die palie, hè? Maar nee, Jan toch niet. Wel, Ans heeft alles verteld. Ze heeft op de boot heeft een BH en een kanten onderbroekje gevonden. En toen heeft Jan toegegeven dat het van hem was. Wat hebben we er een potje van gemaakt, hè? Hey. George, alsjeblieft, hè? Ja. George, 300 in de week. Nee, Karel. Karel, je moet onmiddellijk thuiskomen. Ja. Neem me niet kwalijk, George. Ja, wat is er dan gebeurd? Heeft Linda je verteld van Ans? Ja. En dat Jan een travestiet is? Ja. Nou, Jan is er. Ja. Wat, bij ons thuis? Oh, en heeft hij zijn mantelpakje aan? Dat is niet leuk, George. Nee, George, dat is absoluut niet leuk. Nee, George, dat is absoluut niet leuk. Nee, dit is om te gillen. Ja, ik ga er meteen naartoe voordat ze op de vuist gaan. Hè? Wat een dag. Ja, wat een nacht. Oh, George. Ik vind het zo erg, dat van Linda en jou. Ja, en ik vind het zo erg van jou. Zie je mee zijn vechtvissen en je piano? Ach, wel nee. Mijn moeder zei altijd, het sop is de kool niet waard. Jouw moeder was een echte filosoof, hè? Ja, die had voor elke gebeurtenis wel een spreekwoord. Kon ze niks beter bedenken van het sop de kool niet waard? Achter de wolken schijnt de zon. Oh, het is ook heel origineel, ja. Heel origineel. Ja, kop op, Jos. Je moet nooit bij de pakken blijven neerzitten, hè? Ik heb er ook nog één. Wat denk je van die ieder huisje heeft zijn kruisje? Ja... En het wordt nou gauw kerstmis. Betty, doe me een plezier. Nou, dan ga ik maar weer naar Jan en Ans. Okay. George, hou je haaks. Okay. En kop op. Oké. Okay. God. Zeg, Linda, schat, luister eens. Schat, als we nou een paar dagen uitstellen, hè. Wat je doet, dan neem ik gewoon een paar dagen vrij. Dan van de zaak, hé, dan gaan we lekker naar Antwerpen of naar Brussel. Naar Marrakech gaan we dan. Of weet je, ik neem de hele week vrij. Hé, dan gaan we lekker naar Torremolinos. Hé, maar, Jos, wat is het? Is het Jan of Hans? Het is je vader. Mijn vader? Hij lag hier op het pad. Oh, Jos. Sorry, Jos, ik kon ze gauw niks anders vinden. Is hij dood? Ik ben op die vervloekte hark gestapt. Ja. Thank you.
te gek, hè? Zeg, is je moeder er niet? Nee, die is naar een of andere cursus van de aerobic. Nee, dat was gisteren. Nou ja, Frans, beeldhouden. Ik ben de tel kwijt. Ik weet het niet meer, hoor. Als ik alleen maar aan al haar cursussen denk, raak ik al uitgeput. Oh, zeg, ik heb wat cadeautjes bij me. Oh, te gek. Leg maar onder de kerstboom. Ja. Morgen pas openmaken, hè? Ja, dat weet ik toch. Zeg, is je vader al gekomen? Nee, nog niet gezien. Weet je, het was toch wel wennen, hoor, zo zonder George. Ik had het nooit gedacht, hè, maar je moeder heeft het nu toch al 4 weken volgehouden. Ja, ik had het ook nooit gedacht. Arme George. Het zal vast een hel voor hem zijn geweest om zo lang te moeten wegblijven. Dat was het ook. Maar hij belt wel op zo nu en dan. Oh, gelukkig. Zo'n 3 keer per dag. Leo! Leo! Ik kan mijn baard niet vinden. In die kartonnen doos op zolder, dat heb ik toch gezegd? Ja, dat heb je gezegd en ik heb gekeken op zolder, maar... Er staat noodrandsoenen op. Nou ja, noodrandsoenen. Wat een sexy kerstman zie ik daar. Ja, mevrouwtje van Dijk. Geef mij je schouw een dikke kerstkus, hè. Goed zo. Zo, dus u gaat wel weer de kerstman voor ons spelen? Ja, tuurlijk. Dat is een belangrijke traditie in dit huis, hè. Niet waar, Leo? Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Ja, en een goede traditie, hè. Ja. Alleen mijn pak wordt een beetje oud, hè. Oh, nou. Dat heeft mijn vrouw in der tijd nog gemaakt. Ja, dat was een pinter wijfie, hoor. Ja, dat moet wel, hè, als ze met u getrouwd was. Ja, 39 jaar hebben we samen gehad. Mm. En toen we elkaar het jaarwoord gaven, toen kregen we luchtalarm. En luchtalarm is het gebleven, 39 jaar lang. Nou, zo erg was het toch niet, hè? Nou, ik ben er wel voor naar Engeland gevlucht, hoor. Hé, hey, opa. Ja? Houden we de vuile was even in de familie? Moet ik me vasthouden? Goed zo. Ja. Nee, natuurlijk niet voor haar, hoor, maar wel voor de moffen, hè. Mm. Ik denk wel eens... Dat misschien de oorzaak is van die moeilijkheden met George. Ja. Ik heb hem niet gekend voordat hij 1 jaar of 5 was. Hè? Ja, hij was een echt moederskindje, hoor. Toen ik uit dienst kwam, toen hebben we er 6 maanden om gevochten... wie er bij mami mocht slapen. Ja, helaas heb ik gewonnen. Je wordt bedankt. Ja. Gaat u nou uw baard maar zoeken. Hè? Baard? Ja. Oh ja, mijn baard, ja. Maar geef me eerst nog even een dikke kerstkus. Nee. Die krijgt u pas onder de mistletoe, hè? Ja, dat weet ik wel. Daar heb ik dus op gerekend, hè. Nou, vooruit dan maar, hè. Goed zo. Nou, Leo, vertel eens even. Wat stond er nou op die doos? Explosieven? Noodrandsoenen. Oh. Ik ga wel even met u mee. Ja, goed idee. Nooit alleen op patrouille gaan, hè. Kom op. Heb ik jou wel eens verteld hoe Dickie van Doorn en Jopie Potswinkel met mij samen kerstmis hebben gevierd? Oh, ik doe wel open. Ik ga toch weg. Hallo, Jos. Linda is nog niet thuis. Nee, ik ben een beetje vroeg, merk. Vrolijk kerstfeest, hè? Ja, vrolijk kerstfeest. Ja, ik was hier net om een paar cadeautjes te brengen. Ja, ik ook. Ja. Het sneeuwt. Oh ja, ik dacht dat het roos was. Nee. Hoe gaat het met je? Oh, fantastisch. Zo mag ik het horen. Een ongeluk met goede moed gedragen is slechts een half ongeluk. Dat is een spreekwoord. Dat is zeker weer je moeder. Wil jij even mijn jas oppakken? Ja hoor, dat doe ik. Geef maar hier. Wat heb je? Zo. En Jos, niet vergeten, hè? Linda en jij komen zoals elk jaar voor het eten weer een drankje bij ons drinken, hè? Nou, ik niet, maar Linda waarschijnlijk wel. Blijf je dan niet slapen? Nee. Oh, verdormie. Ik had zo gehoopt dat het nou met kerstmis weer goed zou komen tussen jullie. Zeg, Karel komt om 7 uur, hè? Ja, dat is afgesproken, ja. Ja, ik moet je zeggen, ik vind het wel fideel van hem, hoor, dat hij ons even wil helpen. Ja. Ik zou niet graag willen dat Linda en ik ruzie zouden krijgen om de kosten, hè? Nee. En net wat hij zei, met een advocaat erbij, maakt het allemaal zo officieel. Ja, hè? Jullie zouden moeten praten over hoe je het weer goed kan maken, niet over een alimentatie. Nou, we zien wel. In ieder geval is hij een kei in het cijferen. Ja, dat zou ik wel denken. Hij heeft sinds 1983 al geen belasting meer betaald. Ja. Hé, pa. Hé, Leo, jongen, leuk dat je hier komt bij me. Hoe vind je dat we het versierd hebben dit jaar? Leuk. Ja, opa en ik hebben het gedaan. Ja, het is leuk. Het heeft er nog nooit zo mooi uitgezien. Nee, het is leuk. Nou, ik ga mijn oven weer eens in de gaten houden. En Jos, heb jij nou maar vertrouwen in Karel, hè? Die regelt alles wel. Zeg, hoe heeft hij er nou voor elkaar gekregen om sinds 1983 geen belasting meer te betalen? Oh, hij schrijft elk jaar op de enveloppen van het aangifteformulier... verhuisd zonder adres achter te laten. En overleden. Ja, het is allemaal anders. Ja, te gek, hè?
Ja, de kamer bedoel ik. Is helemaal anders. Ja, ja, ma is helemaal uit de bol gegaan. Nieuwe kussens, een nieuwe stoel. En pa? Ja. Nieuwe gordijnen. Ja, mooi. Nieuwe gordijnen. Wat is dat in godsnaam, zeg? Dat is ma's eerste schilderij. Oh ja, waar is onze huwelijksfoto dan? Nou kijk, we dachten dat dit de kamer een beetje meer zou opfleuren. Oh. Gaat goed met je moeder? Ja, te gek. Ik bedoel, we zien elkaar nooit. Ik heb sinds vrijdag kerstvakantie. Maar ze is al door de hortus. De hortus? Ja, na al die cursussen van haar. Ja, ze doet aan aerobic, aan schermen, aan schilderen en beeldhouden. Hm. Nou, het houdt in ieder geval bezig. Is dat soms een product van de beeldhouwkunst? Dat is schriftelijke cursus Michelangelo. Hm. Nee. Wil jij fris, dankje, jongen? Nee, dankje, pa. Nou, dan neemt je vader maar een whiskytje. Het is niet je eerste whisky, hè? Hoe bedoel je? Nou, dat ruik ik. Ja, ik moet me een beetje moed in drinken. Waarvoor? Je moeder en ik gaan direct praten over de alimentatie, over de onderhoudkosten van jou en van haar. Dan moet je wel in de gaten houden dat ik van mijn ma nu 5 gulden meer zakgeld per week krijg. Dat denk ik nou weg. Waar gaan we naartoe? Naar de film met Geraldine. Geraldine? Ja. Ja, ze is iets ouder dan ik, maar een stuk. En ze heeft haar eigen auto. Nou, wees in godsnaam voorzichtig hoor, jongen. Oh, maar ze rijdt heel voorzichtig. Nou, ik heb het niet over het rijden, ik heb het meer over het parkeren, heb ik het. Parkeren? Ja, ik weet precies wat jullie jongelui uitspoken. Ik ben zelf ook jong geweest, hoor. Ach, pa. Daarvoor hoeven we niet te parkeren. Ze heeft haar eigen flat. Als je maar wel weet waar je aan begint. Trouwens, ik wil het ook eigenlijk helemaal niet weten. Dat komt goed uit, want ik wil het je helemaal niet vertellen. Als je maar wel weet dat jij net zo verantwoordelijk bent als het meisje. Ach, pa, daar hoef je geen zorgen over te maken, hoor. Oh, gelukkig. Ze slikt de pil. Ja, ze mag autorijden ook. Het gaat tegenwoordig allemaal zo snel. Zeg, ik vind het ook verstandig als jij er ook iets voor zou gebruiken, Leo. Een condoom? Nou ja, zeg dat niet zo grof. Je kan zoiets krijgen naast de bushalte bij die drogisterij, hè? Nee, pa, daar kan ik niet komen. Daar kennen ze me. Oh, maar dan hoef je niet voor te schamen. Nee, daar gaat het niet om. Maar die drogist is Geraldine's vader. Oh. Nou, vraag dan maar aan Geraldine of ze voorzichtig wil rijden, hè? Waarom ga je nu naar de nachtmis? Dat is een goed idee, pa. Ga maar en jij ook. Nou, ga dan maar, Leo. Hey, Karel. Leo. Doei. Dat wordt al een echte kerel, hè? Dat mag je wel zeggen, ja. Zullen we jij weer drinken? Whiskytje, een borreltje? Dan geef me maar een whisky, George, maar niet te veel water. Oké, okay, ja. Leo, amper 17 jaar oud. Gaat uit met een volwassen nymphomane vrouw. Wie haar eigen flat heeft en de pil slikt. Schandelijk, schandelijk. De bof komt. Zeg, Betty zei dat je niet meer langskwam om nog even een glaasje te drinken. Nee, ik ga naar mijn flat toe. George, gezondheid. Linda is er nog niet. George, ik zou vanavond nou maar een beetje kalmpjes aandoen, hè. Voordat je het weet, sta je weer bovenop de vleugel. Nee, ik heb mezelf totaal in handen. Echt waar. Zeg, ik vind het blij dat je ons even wil helpen met het uitrekenen van al de kosten, weet je wel. Ach, je moet maar denken, een advocaat kost je meer. Nou, dat gaat er niet om, maar net wat je zelf zei met zo'n advocaat erbij. Het wordt allemaal zo officieel, weet je wel. George, wij regelen dat allemaal onderling. Hoewel, ik ken een ander stel dat in scheiding ligt en daar gaat het toch echt hart tegen hart. Oh, ik wil er niks van horen. Ja. Doe maar een plezier, ik wil er niks van horen. Ja, ze kunnen het niet eens worden over de kinderen. Ja, daar hadden ze zielen voor, weet je dat? Ja, geen van beiden wil ze hebben. Hé, hey, George, hoe staat je leven als vrijgezel? Rot, ik kan moeilijk tegen alleen zijn. Ja, maar je hoeft toch niet alleen te zijn? Meisjes genoeg in Amsterdam. Joh, ik kijk toch niet naar meisjes meer. Nou, vrouwen dan. Joh, dit is allemaal 7 jaar geleden. Ik zou niet eens weten wat ik moet zeggen tegen een vrouw. Ouwe, je moet toch een beetje om je seksleven denken, hoor. Ik bedoel maar 4 weken niet... Krijg jij geen hoofdpijn? Hoofdpijn? Ja, als je het 4 weken lang niet doet, moet je hoofdpijn krijgen. Ik had vanmorgen nog seks met Betty en ik krijg nu al hoofdpijn als ik alleen maar naar je luister. Zeg, doe jij dat vaak? Wat? Seks, morgens? Ja, tuurlijk. Echt? Ja, natuurlijk. Ja, niet als ik moet tennissen. Waarom? Nou ja, als soms wel eens Linda en ik 's middags alleen thuis waren, wilden ze ook wel eens vrij. Ja, en? Ja, voor de open haard. Oh ja, maar dat is niet mis. Ja, maar dat was winter, hè? Ja, dat spreekt. Hoewel, voor je het weet zijn je billen gegrild, hè? Ja. Nee. Maar ik weet niet, het is er nooit van gekomen, hoor. Oh nee, waarom niet? Nee, ik weet het niet, joh. Seks is voor mij niet...
Dat doe je als de zon onder is. Jij zou een populaire bink zijn in Lapland. Hey, ja, dat is het. Linde is erg laat, hè? Ja, George, nou hoop ik maar dat we voor achter klaar zijn, want ik moet nog naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis? Ja, Vanessa ligt in het ziekenhuis. Ach, ga weg. Ja. Een paar weken geleden heeft ze een wervel verschoven. Nee, hè? Ja, vlak voordat Jan zijn bootje verkocht heeft. Oh, heeft hij dat toch gedaan? Mm. We hadden nog een laatste avond en nacht. En toen Vanessa 's morgens naar huis ging, toen gleed ze uit op de loopplank. Tjoh, en hoe is het dan met haar? Oh, gaat wel, gaat wel. Ze ligt in tractie. In tractie? Ja. Oh, wat zielig zeg. Ja, dan hoop ik maar dat ze me vanavond bij haar laten. Omdat ze geen bezoek hebben? Ja, dat wel. Maar de laatste keer dat ik er was, toen kwam die zuster onverwacht binnen en die trof me aan bij Vanessa in bed. Toch niet, terwijl zij... Ja. George. George, dat wond me juist zo op. Je bent een beest, Karel. Een beest. Maar je had toch wel kunnen begrijpen dat vroeg of laat die verpleegster binnen zou komen? Dat had helemaal niet gehoeven, George. Maar die oude dame in het bed ernaast kwam plotseling uit de verdoving. En toen ze Vanessa en mij zo zag, toen begon ze te gillen. Je bent een schof, jij, jongen. Ja. Zeg, hoe is het eigenlijk met Jan en Hans? Oh, goed, goed. Jan heeft een mooi zijn mond gehouden over jou, hè? Gelukkig wel, ja. En hoe is het afgelopen met zijn zogenaamd travestietje? Nou, dat heeft Hans helemaal aanvaard. Oh. Ja, het heeft hun huwelijk een geheel nieuwe inhoud gegeven. Jan draagt nu de kleren van Ans en als ze naar bed gaan, doet Ans de zeiljopper van Jan aan en zijn lieslaarzen. Oh. Hey, joh. Is Leo er niet? Hey, dag pa. Ik kan hem niet vinden, hoor. Wie? Mijn baard voor mijn kerstmannenpak. Hoe is het mee, pa? Heb jij hem nergens rond zien slingeren? Pa, ik ben 4 weken weg geweest. 4 weken? Ja, zo lang al. Hey. Ik ben een beetje magerder geworden, vind je ook niet, Karel? Hoofdpijn. Karel, doe me een plezier. Hoofdpijn. Zeg, waar is Linda? Linda? Ja, Linda heeft opgebeld, een boodschap. Opgebeld? Ja, vanmiddag. Ja, ik had het natuurlijk op moeten schrijven. Hè. Wat was het dan? Wat was wat? Die boodschap. Ja, dat zeg ik. Dat had ik op moeten schrijven. Hè. Ja, ik weet het al. Oh, gelukkig. Ja, ze komt later. Oh, was dat alles? Ja. Ze had een beetje haast en ze belde vanuit het Amerikaan Hotel. Amerikaan Hotel? Ja. Hey. Linda uit het Amerikaan Hotel, midden op de dag. Ah, pa, dat zou je allemaal weer verkeerd begrepen hebben. Nee, helemaal niet hoor. Nee, maar we moeten Linda dan midden op de dag in het Amerikaan Hotel. Tja, toen ik jong was, toen was er maar één reden waarom je de middag in het Amerikaan Hotel zou doorbrengen, hè? Wat jij, Karel? Zo is het, opa. Tja. Naar welke reden dan, pa? Ja. Oh, George. Als je van jouw hersens een kerstkransje moest maken, dan was er niet eens genoeg voor het gat in het midden. Amerikaan Hotel? Nou, geen overhaaste conclusies, George. Zeg, Karel, je denkt toch niet dat Linda... Linda? Wel, nee. Nee, maar wacht, als je al die flauwekul over het aerobic dansen en het Frans... Zal ik je wat zeggen? Ze heeft een vent. Daar is Linda helemaal het type vrouw niet voor. Nee, ik begrijp het al. Terwijl zij hem links en rechts aan het raken is, zit ik hier aan door mijn fletje. Met een barstende hoofdpijn. Aha, dus toch. Ja. Zo, is mevrouw daar. Bonouel, Charles. Bonouel, mon petit Charles. Ja. Bonouel, Charles. Bonouel, mon petit Charles. Waar heb jij gezeten? Ik bedoel, waar heb je gezeten? Weet je wat, jongens? Ik maak even een kopje koffie. Ah, hou je kop, ik wil geen koffie. George, we hebben allebei iets gedronken. Je hebt daarvoor al iets gedronken. We kunnen allemaal een kopje koffie gebruiken. Ja, nou, ik lust ook wel een kopje. Heel goed, Linda. Koffie voor iedereen. Waar kom je vandaan, Linda? Nou, als jij dat zo heel graag wil weten, ik heb kerstcadeautjes gehad voor Leo. Ah, vertel er geen sprookjes, alsjeblieft. Die heb je 4 maanden geleden al gekocht, geloof ik. En daarna ben ik een kopje thee gaan drinken in een Amerikaan Hotel. Thee gaan drinken? Ja. Zeg maar gewoon dat je een vent hebt. Een vent? Ja, doe je tas maar over, zal er een of ander doorzichtig nachtponnetje in zitten en je tandenborstel. Nou, George, ja, inderdaad. Ik heb iemand anders ontmoet terwijl jij weg was. En meestal brengen we de middag door in een suite van Amerikaan Hotel. En omdat ik zo verschrikkelijk goed was in bed vanmiddag, heeft hij mij een voetbalalmanak gegeven en een paar schoenen. Nou. Ja, neem me niet kwalijk. Geeft niks. Ik gedraag me als een jaloerse gek. Ja, je hoeft je niet te verontschuldigen. Het is een compliment. Vind je? Ja. Het is geloof ik voor het eerst dat ik jou jaloers ben. Ja, jaloezie is de pest in een huwelijk, weet je dat? Zeg, vind je het goed dat ik een pijp opsteek? Oh ja, ik heb 17 jaar langer aan kunnen wennen. Zeg, wat doe je nou? Ik klop mijn pijp uit. Maar dit is geen asbak. Oh nee, wat is het dan?
Dat is een Romeinse vrouw die een schaal draagt. Oh, ik dacht dat het een Nederlandse maan was die een kind kreeg. Oh, sorry, neem me niet kwalijk. Sorry, als ik iets verkeerd heb, neem me niet kwalijk, Linda. De koffie! Ik maak er een paar sandwiches bij. Ja, schat, ik wist niet dat je die beeldhouwtroep zo serieus nam, maar ik vind dat je een veelbelovende beeldhouwer bent en wordt en alles. Ik vind het echt mooi als je het goed ziet. Ik vind dat je de kamer ook leuk hebt veranderd. Hey. En ik vind ook de andere gordijnen ook echt mooi. Waar heb je die andere gordijnen gelaten, die oude? Die heb ik verbrand! Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Ik heb hem gevonden, hoor. Ho, 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 ho. George, ik ben het maar, hoor, je vader. Ik ben blij dat je weer eens zie, jongen. Je bent een beetje magerder geworden. Vind je ook niet, Linda? Ja, ja. Hebben jullie misschien een gesprek onder vier ogen? Inderdaad, pa. Juist. Waar is Bas? Bas is in de keuken, geloof ik. Ach, pa, waarom gaat u niet die kalkoenvulling maken, hè? Die van plan is te doen. Opa's speciale kerstkalkoenvulling, hè? Ja. Goed, dat komt voor elkaar. Maar dit moet je even kijken. Dat heb ik gevonden op zolder. En dat heb ik in de tijd nog gemaakt voor Basje, toen hij nog een puppy was. Leuk, hè? Ja. Goed. Bas! Basje! Gaat het weer een beetje? Jawel, ja. Het gaat wel weer. Ik ben de laatste tijd zo gauw van streken, sinds je weg bent. Oh ja? Ik ben bang. Dat hoeft er niet, we hebben de goede nachtsloten. Ja, nee, daar gaat het niet om. Ik ben bang om alleen te zijn. Ja, daarom zijn we ook juist gescheiden, hè? Ja, dat weet ik. Linda, hoe meer ik naar je luister, hoe meer dat ik het begrijp en besef wat een waanzin die hele scheiding is. Ik wil net zo min alleen zijn als jij. Ja, maar als we bij elkaar zijn, dan maken we weer precies dezelfde fouten. We kunnen toch nieuwe fouten maken? Koffie en sandwiches. Zo. En Linda, hoe vind je mijn hoedje? Oh, heb ik van Bernard gekregen. Hij wist dat het voor iemand bestemd was, maar hij was vergeten voor wie. Nou jongens, zullen we dan nu maar ter zake komen? Ja. Karel, we hebben er nog even over nagedacht. Ja. Nee, helemaal niet. Oh. Als we de boel dan gewoon een week uitstellen. Nee. Zo. Hier is je koffie, George. Nou, ik hou me wel bij mijn alcoholietje versnapering. Wil je ook nog iets drinken, Karel? Nee, George, ik drink nooit onder het werk. En als ik jou was, zou ik het ook een beetje rustigjes aandoen, hè? Ik ben totaal onder controle. Heerlijke sandwiches. Zeg, is dit paté? Nee, Bernard heeft er wat van opa's speciale kalkoenvulling op gedaan. Oh. Nou, George, Linda heeft me verteld dat ze een lijstje heeft gemaakt van haar noodzakelijke uitgaven. Nou, ik hoop dat het een beetje klopt, hoor. Nou, laat maar eens kijken. Oh, maar Linda, dat ziet er toch heel professioneel uit. Hm? Ja, ik ben een beetje geholpen door een vrouw van mijn bewustzijnscursus. Ah. Wat voor cursus? Bewustzijnscursus, dat doe ik bij het wijkcentrum. Dat is heel interessant, joh. Nou, ik was me niet zo van bewust dat je ook nog een bewustzijnscursus volgde. Nee, maar dat zou je wel geweest zijn als je er zelf op gezeten had. Oh, ja. Ja. Snap je hem niet? Nee. Nou, als jij op die bewustzijnscursus gezeten had, dan zou je weten dat ik erop zat. Ja. En dat betekent ook dat als jij die bewustzijnscursus gedaan hebt, dan zou je veel bewuster zijn. Juist. Het is een dubbele grap. Oh, dubbele grap. Ja. Nou, vind ik hem dubbel zo flauw. George, zullen we dan nu ter zake komen? Ga je gang maar, George. Ik kan het allemaal aan. Ja, vroeger zou ik kapot geweest zijn van zo'n opmerking, hè? Oh. Maar tegenwoordig kan ik dat allemaal aan. Je hebt het nooit over je bewustzijnscursus gehad, dat is het enige wat ik even wil zeggen. Ik wist niet dat het je zo interesseert. Alles wat jij doet, alles waar jij aan werkt, aan jezelf, interesseert me. Nou, dat interesseert mij. Nou goed, dat was ik me niet bewust. Nou, dan heeft die bewustzijnscursus ook niet veel geholpen. George, dat is nou een echt flauwe grap. Ja. En toen jij net zei, werd geen flauwe grap, hè? Laat maar, Karel, dat kan ik ook aan. Wat kan je ook aan? Dat jij jaloers bent om het feit dat ik vooruit ga, dat ik groei, dat ik dingen doe zonder jou. Heb ik gezegd dat ik jaloers ben? Nee, George. Al die tijd heeft George zichzelf willen straffen. Maar daar doe ik niet meer aan mee, omdat ik weet dat het nu dat het geen zin heeft. Hè? Kijk, dat heb ik nou geleerd op die bewustzijnscursus. Nou, zie je nou wel, George, dan is het toch ergens goed voor geweest. Hm? Wat klets je nou van, ik heb mezelf willen straffen? Dat is het rollenspel, hè, wat wij dus al die tijd hebben gespeeld. Maar waar ik niet meer aan mee wil doen, omdat ik me nu bewust ben wie jij bent. Oh, nou, dan ben je inderdaad vooruit gegaan. Ze wilde van me scheiden om erachter te komen wie ze was. En tot zover is er alleen maar achter gekomen wie ik ben. Hé, wie ben ik dan? Hey. Jij bent mijn moeder. Ach, ga weg. Meen je? Ja,
Ik ben getrouwd met mijn moeder. En weet je met wie jij getrouwd bent? Nou, ik heb geen idee. Nou, ik wil het je wel zeggen, hoor. Nou, graag. Jij bent getrouwd met je vader. Nee, hè? Ja. Dat is helemaal mijn type niet. Ik kan met die man niet praten, hoor. Nee. Linda, het is natuurlijk wel even wennen als je zoiets hoort. Nou, dat valt ontzettend mee, hoor. Luister. Kijk, als je het principe van de overdracht maar begrijpt, hè. Kijk, ik heb alle gevoelens voor mijn moeder, heb ik overgedragen op Charles. Ja. En Charles heeft alle gevoelens voor zijn vader overgedragen op mij. Ja, simpel. Ja. Oh, wacht even, nou begrijp ik het. Jij bent getrouwd met je moeder en George is getrouwd met zijn vader. Mag ik zeggen? Precies, ja. Maar waarom zouden we dan gaan scheiden? Dan zijn we toch broer en zus? Ja. George, zullen we nu even ter zake komen? Ja. Hey, zet hem op, zus. Ja. Ja. Nou, ik zie hier op het lijstje van Linda, George, punt 1, eten. Ja, okay. Eten. Eten, akkoord. Ja? Dat moet gegeten worden. Goed. Voor Leo en mij dus, hè? Ja, inderdaad. Leo is in de groei. En pa. Ja, goed. Pa natuurlijk ook. Pa. Goed, jongens. Eten voor 3 personen. Ja, en Bas. De... De hond moet ook eten. Goed, 3 personen plus hond. Plus hond. Goed. Punt 2, kleding. Ja, kleding. Kleding, akkoord. Ja. Akkoord. Kleding voor 3 personen. Ja, en hondering. George, wil je nu even serieus zijn? Dat weet ik wel. Goed. Punt 3, hypotheek, verzekeringen, reiskosten. Ja, reiskosten indien geen auto. Mm-hmm. Reiskosten voor 3 personen. Wacht even, de reiskosten bestaan uit een strippenkaart, een scholierenabonnement en een 65-plus kaart. Goed. Zo is het wel ongeveer. Dat was het? Dat valt mee. Dan kom ik op 600 gulden. Ja. Nou, dat vind ik redelijk. 600 gulden per maand. Dat vind ik redelijk. Nee, per week, schat. Per week? Ja, per week. 600 gulden per week? Ja. Dat gaan we niet eens uit toen we getrouwd waren. Luister nou even, Sjors. Hou jij je mond te buiten, wil je? Ik bedoel, ik moet ook nog leven, hè? Kalm nou, Sjors. Er is geen enkele reden om je zo op te winden. Ik vind mij helemaal niet op mijn kleding. Laat me er alleen niet tussen nemen. Ja, wie neemt jou er dan tussen? Wie me er tussen neemt? Jij en die meester Moskowitz, wie hier zit, hè? Sjors, wil je nu even kalm zijn? Dan lopen we de lijst nog even door. En dan kijken we waar we de kosten een beetje kunnen drukken. Ja, een beetje boel kunnen drukken, zeg maar. Ja. Beetje boel. Wat staat er voor het eten? 200 gulden per week. Oké, okay. Streep door, maak van 75 gulden. Ja, hoe kan je nou eten van 75 gulden? Leo is in de groei, dat heb je net zelf gezegd. Nou, houd die maar op met groei als groot zat. Sjors, wees nou even redelijk, ja, hè? Als ik jouw goede raad wil, dan vraag ik daar wel om, begrijp je wel? Daar heb je om gevraagd en daarom zit ik hier. En 75 gulden per week om te eten is niet redelijk. Nee, natuurlijk vind jij dat niet redelijk. Natuurlijk nee. Niet. Nee. Omdat jij en jij onder één hoedje spelen, hè? Doe niet zo raar! Ja, jij en hij en Betty zijn 6 handen op 1 buik. Je bent dronken. Ja, nou, zal ik je wel zeggen, mijn papiertje maar, joh. Kom op. Zo, alsjeblieft, afgelopen. En ga jij wel lekker terug naar je serveerster. Sjors. Wat heeft de serveerster er nou weer mee te maken? Ja. Niets, Linda, niets. Niets, Linda, nee, niets, Linda. Nee, omdat hij ons allebei probeert in de boot te nemen. En dat was je niet bewust, hè? Dat was je niet bewust, Linda, ik laat me niet op een laaghartige wijze beledigen door de een of andere onverantwoordelijke idioot! Idioot? Ja, idioot! En als je agressief wordt, bel je maar meteen. Okay. Nou, ik zou zeggen, Kareltje, jongen, vrolijk kerstfeest, hoor. Hey. Ja, vrolijk kerstfeest, Karel. Bernard, vrolijk kerstfeest. En Sjors, ik wil je nog even één ding zeggen. Ja. Die oude gordijnen van jou heb ik altijd afgrijzelijk lelijk gevonden. Oké, dan Karel. Dit komt toch niet door mijn sandwiches, hè? Sandwiches? Waar, uw sandwiches waren perfect. Oh, gelukkig, want ik maakte me een beetje zorgen over opa's speciale kerstkalkoenvulling. Nee. Opa's speciale kerstkalkoenvulling was perfect. Ach, dat is een pak van mijn hart, want ik heb net ontdekt dat ik Basjes hondenvoer op de sandwiches heb gedaan. Nee, pa. Nee, ik weet zeker dat het vulling is, hoor. Ja. Waarom moet je nou zo nodig altijd sandwiches maken? Laat het nou eens een keer aan een ander over, man. Nou, pa, het geeft niks. Nee, het geeft niks. Je bemoeit je eigenlijk overal mee. Ik word er zo ziek van. Overal bemoei je je mee, hè. Sjors, hou op. Pa, het geeft niet. Het is onze schuld. Nee, hè? Het is helemaal niet onze schuld. Maar dat maakt het toch niet makkelijk. En je loopt toch altijd voor ons voeten. En altijd even maar weer de gezeur over Jopie Potwinkel en Dickie van Doorn.
We interesseren mij naar Dickie Winoren, Joopje Postwinkel, man. Sjors, hou op. Je bent hartstikke dronken. Ga naar de keuken. Doe je kop onder de kraan. Ik heb er nog een toe. Vader. Vader. Ja, vader. Vader, drink niet meer. Vader, drink niet meer. Linda. Weet je nog, toen hij zich liet steriliseren, dat ik me steeds vergist en ik dacht dat hij zich had laten kastriën? Oh ja. Ja. Nou, ik geloof dat ik eigenlijk toch gelijk had. Karel komt als een gek bij me binnenstormen. Ik dacht dat jullie een vriendschappelijk gesprek hadden. Ja, dat had ik ook. Wil je een beetje iets drinken of nee, zo? Nee, dank je. Nou, ik ben er hard aan toe, hoor. Maar wat is er misgegaan dan? Ik weet het echt niet. Heeft Karel geprobeerd je toelage te veel in te korten? Oh nee, hij was reuze soepel. Hij vond 600 gulden in de week heel redelijk. Ik zou willen scheiden voor de helft van dat bedrag. Sjors vond het ook wat veel. Oh, Linda, meid. Waarom zeg je nou niet dat hij terug kan komen? Je weet niet half hoe goed je het hebt. Vergelijk alleen maar eens met wat ik met Karel heb uit te staan. Nou, ik moet soms best om zijn grappen lachen, hoor. Beschouw je Vanessa ook als een van zijn grappen? Vanessa? Heb jij nog nooit gehoord van die beroemde serveerster? Nee. Oh, dan heb je zeker ook nog niet de laatste roddels gehoord op de tennisclub. Daar is ze dus ook lid van geworden. Weet je wat ze daarvan er zeggen? Altijd bereid om te serveren. Liefst in mix dubbel. Maar wat heeft Karel er nou mee te maken? Karel is haar ballenjongen. Bedoel jij dat zij en Karel een... Elke maandag en woensdagavond... Ik dacht dat hij de ene avond ging klaar voor jassen en de andere avond biljarten. Het komt voornamelijk neer op biljarten. Oh. En weet Karel dat jij weet van haar en hem? God bewaar me. Nee, dat zou alles verpesten. Karel zou kapot gaan aan zijn eigen schuldgevoel. Nee, zoals het nu is, moet het blijven. Dat is voor ons allebei het beste. Zie je, schat? Niets is perfect. Karel is oversext. En Sjors is misschien een beetje saai. Ach, het is misschien wel zo dat huwelijken worden gesloten in de hemel. Maar je moet je tijd wel uitzitten in uithoren. Moet je zeggen, als je je kop onder de kraan duwt, je toch een beetje opknapt, hoor. Die sandwiches waren prima, hoor. Alleen pa heeft wel 2 pond sappige hondenbrokken in de kont van de kalkoen gestopt. Sjors, je zou niet zoveel moeten drinken. Ja, dat weet ik wel. Maar ik vind het zo'n waanzin dat wij na 17 jaar zo tegenover elkaar moeten zitten. Van, we besteden aan het eten en wie krijgt de hond, wie krijgt de meubelen, wie krijgt de gordijnen. Als ik die gordijnen niet verbrand had, had je ze zo mogen hebben. Mag ik je wat zeggen? Je hebt groot gelijk dat je ze verbrand hebt. Ik vond het ook rot gordijnen. Je meent het. Ja, ik wou alleen niet zeggen dat ik me vergist had. Ik vond niet dat we zo slecht huwelijk hadden, Linda. Ach, we hadden alleen maar een veilig sleurbestaantje. Dat was voor mij meer dan genoeg. Nou, voor mij niet. Ik had nog wel een paar andere dingen op mijn verlanglijstje, hoor. Weet je, Sjors, voor het eerst sinds jaren vind ik het weer heerlijk om 's morgens wakker te worden. Ik vind het spannend om niet te weten wat er die dag gebeuren zal. Mijn leven heeft weer zin gekregen. Heus. Wel, je maar weer zin in mij kreeg, hè? Ja. Het heeft inderdaad een heleboel te maken met ons liefdeleven. Veel meer dan ik je ooit verteld heb, hoor. Kijk, ik droomde van romantiek, hè. Ik zocht hartstocht. Ik wilde dat iemand mijn hart tegen zich aandrukte. Hartstochtelijk met mijn vree. Maar als mijn minnaar bij het vrije in slaap valt, dan wil ik dat het erna is en niet tijdens. Zo, kinderen. Ik ga even een ommetje maken. Opa, neem me niet kwalijk, hoor, dat ik zo tegen je uitschoot. Nee, jongen, ik wil zelf gewoon even weg. Nee, excuses, ik wil die echt niet wegjagen. Je hoeft je niet te excuseren, het is jouw huis, niet waar? Ah, we gaan toch geen kerstverhaal spelen, het sneeuwt buiten, man. Kerstverhaal? Ik wil alleen maar even naar het café op de hoek om een biertje te halen. Te kijken of die jongens er zijn. Nee hoor, ik voel me verder uitstekend, prima. Nou, pa, vat geen kou, hè? Nee, begreep ik, commandant. En denk erom, het is glad, dus glijd niet uit. Kom voor elkaar, commandant. En we drinken nog even een borrel bij Betty en Karel, dus om 8 uur thuis zijn. 20 uur thuis, commandant, begrepen. Goed. Sjors? Ja, pa. Zal ik jou eens wat zeggen? Ja, pa. Als baby was je ook al zo verdomd lastig. Heb me nooit eens gekend als baby. Hallo? Oh, ben jij het? Wat, vandaag? Nou, dat is een beetje kort dag, hè? Oh, op die manier. Ja, leuk. Ja, goed. Oké. Okay. Oh, we moeten wel even een borrel drinken bij Betty en Karel, hoor. Goed. 8 uur precies.
Oké, dag. Wie was dat? Oh, niet. Wie kom je dan precies om 8 uur halen? Erik de Jager. Wie? Erik de Jager. Erik de Jager? Wie is Erik de Jager? Ach, daar heb je mee getennist. Groot, blond, lijkt op Robert Redford. Oh, die. Erik de Noorman, die gladde gluiper. Heb je daar een afspraakje mee? Nee, geen afspraakje. Ze hadden een vrouw tekort, het is een kerstsoepetje met dansen. Nou, op die manier hebben ze allemaal een partner. Nou, dat noem ik dan toch een afspraakje. Goed, noem jij dat maar een afspraakje? Nou, ik noem het geen afspraakje. Hé, wat stel je nou weer aan? Ik stel mij helemaal niet aan, ik ben alleen jaloers. En 5 minuten geleden vond je het een compliment als ik jaloers was. Je bent niet jaloers, je bent onredelijk. Ik ben niet onredelijk. Ik wil alleen niet dat je uitgaat met die Noorman. Oh, en waarom wil je niet dat ik uitga met die Noorman? Omdat wij een afspraakje hebben. Ach. Ja. Ja, ik ga namelijk zo ontzettend met je vrijen, zoals je er nooit met iemand hebt gevreden, hè? Je wilde hartstocht, je wilde dat iemand je hart tegen zich aandrukte. Oké, dat komt voor elkaar, hè? Erik komt om 8 uur. Dan hoop ik niet dat je vol 7:45 begint, want anders sta ik om 8 uur nog op straat. Nou, die hatelijkheden raken me niet meer. En als je maar niet denkt dat ons huwelijk opeens weer goed is dan. Nee, hè? Maar ze zullen er wel voor opkijken bij je bewustzijnscursus, hè? Nou, wat je wil, dat kan dus niet, want pa komt zo meteen. Oké, en als pa dan komt, dan hoop ik dat hij Jopie Potwinkel hebt meegenomen. Charles. En als ze dan zien wat je van me krijgt, krijgen we hier het kruis van verdiensten. Oh, ga je nog even. Nou, zeg. Oh. Hallo. Hey, ben je daar, Erik? Ouwe Noorman. Ja, verrassing, hè, met Charles. Ja, van de Rebellenclub. Leuk, ja. Wat, hè? Nee, mijn vrouw komt niet aan de telefoon, joh. Wat? Oh, je wou alleen even zeggen dat ze niet bijzonders hoeft aan te trekken. Nou, dan heb ik een fijne verrassing voor je, jongen. Binnen 5 minuten heeft ze alles uit. Ja. Jeugd, ja. En dat afspraakje kan je vergeten, hè? Je komt er wel uit, hè, ouwe Noorman. Sjors, dat had je niet mogen doen. Ik zou het niet weten, waarom niet? Bovendien, wat jij wil, dat kan niet, want het is nog niet eens 7 uur. Wat heeft dat er nou mee te maken? Jij kon nooit voor 10. Ik kon nooit voor 10? Nee. En dan alleen nog maar wel als je het met mij van tevoren had afgesproken. Hey, hebben we een afspraakje of niet? Hey. Nee. Nee, niet. Linda. Hey. Zullen we naar boven gaan? Ja? Hey. Nee. We doen het hier. Hier voor de open haard? Hier voor de open haard. Oké. Okay. Ja. Ja, goed. Ik kleden uit. Ja, oké. Weet je wat? Je hoeft niet het vuur aan te maken, want het duurt te lang. Doe een elektrisch kacheltje maar. Oké, voor elkaar. Oké. Licht uit, spot aan. Muziek, actie. Hier. Dat vraag je niet, je zegt, wat kon je doen? Ik kreeg ruzie met Geraldine. Ik heb je dan zo gezegd, wees voorzichtig tegen het meisje. Ga terug en bied je excuses aan. Nee, pa, dat kan niet, want ze heeft een ander vriendje. Oké, dan maak je allebei excuses. Pa, ik weet niet eens hoe die heet. Nou, wees niet zo verlegen, stel je eigen eerst voor. Zeg je, hallo, mijn naam is Leo, ik bied excuses aan. Pa, dat kan niet. Wat doe je in je onderbroek? Hè? Huh? Wat doe je in je onderbroek? Oh, ik krijg een paar lessen van je moeder in yoga. Maar hij heeft helemaal geen yoga. Zodra je de deur uit bent, wel. Hé, hey, te gek, pa. Ga naar de bioscoop, Leo. Kom. Weet je wat ik doe? Ik ga naar de kerk en ik brand een kaarsje voor je. Oké, goed. Voor elkaar, jongen. Zo. Josje, wacht dan! Ah, dat was Leo. Die had het verkeerde huis. Nee, hij had niet vergeten, maar ik heb het hem al gegeven. Ja, even wachten. Ik kan goed je aansteken. Oh, mogen we... oh, muziek. Oh, schat, wat zie je er fantastisch uit. Jij ook, schat. Oh. Zeg, schat, wat zijn mijn Sinatra-platen? Ja, dat weet ik niet precies.
precies, want Leo gebruikt die pick-up ook. Ja, nou, ik zie ons niet vrij op shake, rattle en roll. Kijk hem niet aan. Ja. Dat zie je er mooi uit. Ja, jij ook, schat. Ja, heb je het kacheltje aangestoken? Ja, ik heb het kacheltje aangestoken. Zullen we de kaarsjes aandoen? Oh, goed idee. Ja. Zal ik ze even pakken? Ja, goed. Waar liggen ze? In de keuken. Ik kom eens even pakken. Ze niet vinden. Oh, tweede kastje rechtsboven. Tweede kastje rechtsboven. Oké, okay. Ik ben zo terug. Yes. Hey. En niet beginnen zonder mij, hè? Nee. Ben jij hem? Hè? Oh, gaat het wel? Ik kan de tandenaars niet vinden. Te doen. Oh, schat, we maken zelf muziek. Hè? We maken zelf muziek. Nee, ik zet een langspeelplaat op. Dat duurt het heel lang. Ja. Ik heb er hier een. Ja. Luchtmachtkapel. Hoogtepunten. Ja, luchtmachtkapel. Hoogtepunten. Ja, doe maar. Oké. Okay. Kom maar een beetje hard maken. Ja. Waarom zeg je dan steeds wat ik moet doen terwijl ik het al doe? Oh, schat, sorry. Oh. Ik heb het zo warm. Oh, nou, ik doe het elektrisch kacheltje uit, hè? Ik doe het. Het komt allemaal. Zo. Nee. Oh, Sjors, ik wil je. Ah! Ah! Wat is er nou? Het gaat niet meer, hoor. Nee, het is toch logisch. Eerst die hanger in die platen, toen die rottelefoon en nou zit je me bij me te strotten. Ik geloof dat ik er een beetje bij geholpen moet worden, schat. Ik kan. Ja. Weet je, misschien zal het helpen als ik vieze dingen tegen je zeg. Vieze dingen? Ja, om je op te winden. Wat voor vieze dingen? Nou, misschien zal het helpen als ik je zeg hoe ik wil dat je het bij me doet. Zo'n taal heb ik je een nood horen uitslaan. Oh, sorry. Nee, ik zou beslist niet willen horen dat... zeg jij nou eens tegen mij hoe je wilt dat ik het bij je doe. Zeg dan. Ja, goed. Ja? Zeg dan. Ja. Sjors. Ja? Ik wil dat je me... Ja, schat. Sjors, je moet me... Ja? Sjors, ja. Ik wil dat je me helemaal... Ja, ik geloof het zelf. Sjors, je moet me... Zeg dan. Ik krijg het niet over mijn lippen. Maar je wou het zelf zeggen. Ja, dat weet ik wel. Nou, maar zeg het dan. Ik kan het niet... Ik zal het zeggen. Goed. Okay. Nou, oké, ik zeg het. Nou, zeg dan. Zeg het dan. Ja, ik ga het zeggen. Ja. Nou, moet je horen. Was dat het? Ik heb het gezegd. Ik heb het niet verstaan. Oh. Je praat zo onduidelijk. Nou, ik zal het hardop zeggen dan, hardop, hè. Ja. Nou, Sjors! Ik wil dat je me... Ja? Ja? Doet. Dat,
Dat je me doet? Nee, ik wil dat andere woord wil ik horen. Het andere woord. Ja, maar ik kan het niet zeggen. Ik ga het opschrijven. Ik zal het opschrijven. Ja, maar schrijf het wel een beetje duidelijk. Ja. Want je schrijft altijd zo onduidelijk. Ja. Ik kom eraan. Ik zal het heel duidelijk schrijven. Grote God. Kom maar hier. Je bent veilig. Karel is hier om je te beschermen. Weet je wat jij bent? Oh nee, Linda, ik wil geen dankbaarheid. Ik ben alleen maar blij dat ik op het idee kwam om je even te bellen om te kijken hoe het met je was. En toen George riep verkeerd verbonden en de hoorn ernaast gooide, toen wist ik genoeg. Oh, George, ik kan jouw walgelijke gedachten wel spellen. Daar kun je hem mee voor het gerecht slepen, Linda, weet je dat? Wij waren juist bezig om het buiten het gerecht op te regelen. Nee, toch? Ja. Weet je wat jij bent, hè? Ik krijg een vermoeden. Laat maar, schat. We hebben Karel waarschijnlijk helemaal niet meer nodig. Denk je van niet? Ik denk van niet. Jongens, ik weet altijd precies als ik ergens te veel ben. Ik geloof dat ik maar beter kan... Wegwezen! Ja. Het zal allemaal wel niet zo makkelijk gaan, schat. Nee, schat. En ik zal altijd wel een dode Piet blijven. Ja. En jij zal het altijd wel weer een beetje spannender willen. Ja, dat zal wel. Maar we vinden er wel wat op. Hè? Ga je mee naar boven? Ja. Het is hier zo druk. Ja. Nou, dat is toch een toppunt. Op kerstavond is het café gesloten. Oh. Ben jij er nog steeds? We gaan naar bed, pa. Naar bed? Kerstavond, en we zouden naar hiernaast gaan. Jawel, maar we zijn vroeg genoeg weer beneden. Oh, maar waarom moet je nou ineens naar bed? Hé, pa, zo slecht is je geheugen nou toch ook weer niet, hè? Ze zijn weer 20 jaar, twee oude vrienden. De herfst speelt in hun haar, twee oude vrienden. De een zegt ik heb geld genoeg. Ze sjokken samen naar een kroeg om bij een slotverlenen weer te vinden. Daar dromen ze achter een glas, hoe goed en mooi het vroeger was.